Ja, toch. Wie zou het zijn, ja? Ja. Nee, die ene. Yo, welkom iedereen, man. Wat, jouw kaneeltje? Ja, waarom gebruiken veel mensen tegenwoordig, maar oké, deal. Yo, Erik. Yo, Vermoren Games. Yo, Jim. Yo, Matthijs. Yo, Woodworking BE. Yo, Nick. Maar welkom, man. Maar, ik heb geen. Oh ja, dat is misschien handig. Wacom. Ook gezellig. Zeker. Is goed. Als je me even doorstuurt. Wat voor update heb je? Wat update? Ik heb helemaal niks geüpdate, man. Ik weet niet of je dat bedoelt met deze, maar. Yo Kevin, yo Pieter. Nog wat. Correct. Deal. Ja, iemand moet toch een beetje. Wat Kickstarter. Lol. Wat voor versie heb je? Wat versie van Farming? Gewoon 1.3. Wat mijn geluid? Probleem? Oh, wel lol. Dan weer aan. Zal eens kijken hoeveel het kost. Ja, ik heb je de ding opgestuurd. Op wat zijn we voor? Jamie. Ja. Jamie. Ja. Ik ben Ja, mijn serieus farming nog geluid aan het stond al aan, kijken maar ook. op OBS detecteert het niet, dus nu zien we wel. De prijzen lopen echt uit één van de kippenpakken hoor. Hoeveel Ja, is er de zijn echt gekke duurste? dingen bij. De duurste, ik zal even kijken. Yo, Bram, ja, iedereen gelukkig nu, ja nog. Ik dacht het laat maken. 239 euro. En de goedkoopste? 15 of zo. Nee, wacht, wacht, wacht. Wacht. 28 euro. Oh, dan doen we die. En dat is wel Rip Henny de Haan plus kostuum hoor. Henny de Haan. Dat doen we dom. Dan maken we er geen Rip Henny van, maar Rip Nil. Jazeker. Lekker. Lekkere kippenpootjes. Hoe staat hier zo op, Sven? Wat we gaan doen, we gaan nu wat gras maaien en harken en zo, en dan vanavond dat hak zelf oprapen. Zie wel. Dat haakje, dat pas ik toch even. Dat doe ik wel. Okay. Mag wel met vier elementen hoor. Nee, hoe moet ik die paal nog even opruimen naar de boerderij? Ik dacht, stel gewoon te laten staan, maar moet jij weten. Oh. Laat ze dat toch maar mooi staan, waar al. Jamie, eigenlijk heb ik heb een geweldig idee. Briljant idee om jullie boerderij eigenlijk alle deuren in te gaan sluiten. Wat ik in heb te gaan bouwen. 1.1, maar kan ik een keer meten of kan dat niet? Op woensdag en zaterdag kan je meedoen, man. Alleen vorige week is dat een beetje allemaal met kerstmis en nieuwjaar een beetje allemaal door elkaar gelopen. Gepookt. En dat ik geen PC had. Yeah. Yep. Wie heeft een kut PC? Hey, dat ik geen PC had. Neil was moved to your channel. Dankjewel. Neil, er is weer een nieuwe mode voor in GTA. Oud. Oud? Hè? Hè? Er is een nieuwe motor voor in GTA Online. Oh, motor. Ik dacht motor van what the fuck. Nee. Maar oh, ik ga wel lachen. Like. Ik ga wel lachen als jullie binnenkort geband worden.
Van wat? Ofwel van gebeurt dat binnen op aarde hangt, ofwel niet, hè. Wat is er dan? Heeft Neil gehackt? Zo, ja, gehackt geld heeft Neil en zo en weet ik veel nog meer. Oei, ah, Neil. Jij eigenlijk ook. Ja, maar Hallo. Ik heb via PS3 gedaan, dus dat is niet zichtbaar. Dat interesseert me allemaal niks. Yo, Rebel Gaming. Oh, dan word ik maar geband, lachen toch? Wat, Mike, als de mais is? Wat? Volgens de beschrijving, ah ja, fuck. Ah. Wat? Oh, wat heb je nou weer gedaan? Ik vergeet eigenlijk gewoon steeds die mods even te uploaden die je overal kan downloaden. Maar normaal, moet ik een lijst een keer voor je maken of zo? Nee. Volgens mij zijn wel die klaaswagens ook overal weg die aan boerderij staan. Nieuw. Ja. Ja, want we hebben nu met Zit je nu dan in de map met kijkers of niet? Nee. Nee, het is, ja, het nou is goed. Privé maandag, hè. Wanneer een mais is, dacht ik ook al, maar waarom ga je die Sound microphone muted. Goed, hè. Wanneer een mais is, ja, we hebben toch waar was het? Hier gisteren mais gedaan, volgens mij. Maar er zat nog wel hier en daar wat mais, dus kan er wel een keer af, maar vandaag niet, denk ik. Word je gek, Mike? Wat? Waarom zie ik hier bericht van Mike staan? Oh, daar, ja, nu wel. Denk van de map gewoon op Motos er even kijken, man. App Store verreden, zoals in de titel staat. Heb je de nieuwe fan en de beta mod van de West? Nee, wat voor fan is dat dan? Die 500 serie of zo misschien. Wat? Oh, we hebben het over elektrische fietsen, dat die heel gewoon lekker zijn. Ja, vooral oh, 27. Hoe hard kan dat ding? 27? Ja, zoiets. Weet je dan nu achter dat je zelf gaat? Ik kom zien we nog even die link van Portal. Portal? Ik ben laatste keer met 40 van de berg afgegaan. Ja, ja, rustig. Ja, dat doe ik ook. Godverdomme. Ik ga zelfs 40 zonder motor keer. Hey, zonder remmen. Moet je ook nog inloggen, Kouders? Ah, nee, ik niet. Dus zijn de remmen braak. Dus ja, dat had wel eens aangepast. Nee, mijn hartstel, ik ooit reden was bijna 60 met de fiets. Neil. Ja? Kan je na de stream even wat mods toesturen? Want ik heb de Veenhuis wagen, heb ik wat op veranderd. Heb ik een sticker achterop gemaakt van No Farmers No Food. Je adstrip? Wat? Je adstrip gedaan of heb je het gedaan? Gewoon dat ding die op internet staat van die No Farmers No Food. Ja, maar heb je een adstrip erop gezet? Ja, volgens mij wel. Wat is die adstrip van 15 of van 13? Nee, dit was gewoon een plaatje die stond op internet. Ja, dat interesseert dat ding... me niet. Heb je een adstrip toegevoegd en is die van 15 of van 13 die adstrip? Geen van beide, want het is geen adstrip. Het is een kant-en-klaar dingetje. Die staat ook op internet, dat dingetje. Is het Marco? Ja, maar is hij normaal voor 13 of voor 15? Of is hij nu gemaakt voor 17? Hij is gemaakt voor 17. Ja, dan kan het wel. Krijg je er van die rare glansbugs erop zitten. Dat heeft hij niet. En hij zit ook achter op de dingen. Als je keept, dan gaat dat ding gewoon mee. Dus dat is gewoon goed gemaakt. Okay. Nee, je moet eens goed opletten op de achterkant van die Klaas cargo dingen. Naaiswagens. Wat dan? Want als je goed kijkt, dan zie je dat oranje flitslichtjes zie je blijven oranje reflecteren op de grond. Volgens mij is Nederlands best moeilijk voor u, hè. Jongens, ja, ik weet het ook niet. Wel. Wie heeft die Klaas 800 gedit? Want die zit echt vol met fouten. Ik noem geen naam. Ja, wat dan? Doe zo Yuri of zo. Ja. Noem geen naam. Ik heb gewoon die banden wat groter gemaakt en puzzellampjes toegevoegd. Wat voor arrows geeft hij dan? Volgens mij zaten die de hard. De hardstrip, die klopt voor geen ene kut. Hardstrip heb ik geen toegevoegd. Yuri misschien wel, nil. De nummerplaten die kloppen voor geen meter. En dan zit op de diffuse zit een. Weet dat? Bug in. Zo'n dieptefout. Typisch weer van die beunaars. Nee, ik heb het gedaan, maar volgens mij zat het hier al op. Ik heb enkel gewoon dat nummerplaatje toegevoegd. Hey, dat ben ik al, Jamie. Ja, dat nummerplaatje klopt ook voor geen meter. Ja, daar heb ik maar juist texture van aangepast. Het zal waarschijnlijk dan wel omdat die van 13 is ofzo. Moet je dat niet doen, hè?
Daar zit geen glans op, dus normaal moet dat gewoon goed gaan. Wat? Wessel, kom jij ook surfen? Je hebt ook een officiële website 700 bank. Ja, dat is. Nee, dat is niet en deze Kees, hè? Ja, die heb ik ook al. Oh, ik denk straks ben je die vergeten. Nee hoor, ik kan je wel helpen maaien. Sound muted. Sorry, mijn kijkers zitten niet zo relatief veel mods in. Alleen volgens mij een map en nog iets, maar ik weet niet meer wat het was. Ben ik een Harry? Oké, als jij het vindt, man, mijn best. Peppy Gamer ben ik, hè? Yo, Vincent, welkom, man. Wie is die? Wesley. Ga eens even de grond in drukken, jongen. Wat ga je doen? Niks. Jou gek maken, nou goed. Kom er zo ook in, hoor. Duurt ook niet lang dan. Kom op. En wie heeft hier een goede PC, hè? Ik heb wel een goede PC, maar dat komt door mijn internet hier, ja. Ik doe het internet via de stroom, ja. Ik ook, nou wel. Jij hebt geen homeplug. Wel. Echt wel. Ik doe het internet gewoon met de wifi. Doe het internet via de muur. Ja, ik ook, ik doe het ook via de muur. Bij mij komt het uit de muur. Ja, bij mij. Ja, bij mij ook. Kabel door de muur. Wat heb je veel vuur waar ik afgestoken? Vuur wel mee. Wat hadden we dan? Pijl of zo? Okay. Daan, als ik wil kan ik nu nog een kabel erin steken. Heb ik twee internetkabels. Ja, hey, je steekt ook wel andere dingen ergens in, hè? Jamie. Ja, je bent hier mee bezig. Ik ben stoer, hè? Nee, maar ik heb er niks aan, twee. Hebben we nog maaiers over of zo? Nee, ik heb een harkje of zo. Nee, ik ga harkje. Nee, ik. Oh, wij. Dat is wat een kleuters. Nee, dat boeit me echt niks. Wat de fuck is met die map hier gebukt dan? Wat moet ik gaan doen dan? Oh, dat is dus, ja. Ja, harken. Maaien. Ja, ik ga er gewoon met twee harken. Dat zijn genoeg velden. Het is niet dat als je met één gaat harken, ga je wel lang bezig zijn, denk ik. Ik moet morgen weer wakker. Kun je de mods in de beschrijving zetten? Ja, daar ben ik dus al twee maanden mee bezig ofzo. Dat kan niet. Ja, ik weet niet wat mijn dom is aan doen met zijn pagina neer, maar dat ziet er echt allemaal niet meer uit. Nee, klopt. Ga eens op Facebook weer kijken. Yep. Het is niet echt beter op geworden de laatste tijd. Wat? Maar oh, hoe man, die foto die ik vanmorgen had doorgestuurd dan met die vervatens op die berg. Ja? Ja. Maar ik ben toch een poos mee bezig geweest om alles juist te zetten, gek. Oh fuck. Alleen maar voor een stom fotootje waar je niet eens geld voor krijgt. Nee, maar stom fotootje. Ja, mijn stom. Ja, nou sorry hoor, maar ik vind een foto niet heel erg veel waarde. Ja, doei. Ja, doei. Nee, niet. Hun kunnen tenminste foto's maken. Ja, Luca. 16 minuten geleden, 4x4 Farming heeft de omslagfoto voorbij gewerkt. Correct. Nu al de feest... Wat? Achter de rug zijn is iedereen weer druk bezig. Zo ben ik wat muislanden aan het cultiveren, is mijn heer. Luca! Deze is druk bezig. Ja? Ik moet niet alles hard oplezen, man. Oh god, we gaan. Het gewoon zin om het hard op te lezen. Dat interesseert me niet. Reuze. Nee, Nederland is moeilijk. Wat? Ik, trouwens, ik verkoop die koolzaad lekker, zoek het uit. Oh, die trailer, ja, gewoon weg ermee. Ja. Bij mij heeft Abdos verleden 5 minuten gedownload. Oh ja, het zou best kunnen, man. Dat is echt easy win als je een beetje internet hebt. Hotland, Stoef mag wel lekker over het internet, hè. Ik geef gewoon antwoord als iemand die ze in mijn chat zet. Mag het al niet meer ofzo? Nee. Nee, ik heb geen bodem meer. Oké, doei. 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 Daan Verbakel, wat een spektakel. Waarom moest dat dan? Die was best wel goed. Dat kan, hè. Jackie Arno.
die gekke Jarno die hadden de helemaal mooi voor elkaar. Ja, wat echt op nieuwjaarsdag of wat? En gewoon 2 uur na nieuwjaar lag die jongen gewoon vol te pompen. Wat? Ja, laat maar. Had je mijn Snapchat moeten zien. Hebben we een hark? Nee, dat toch normaal wel. Ik ben vast wel weer vergeten. Nee, je staat normaal op boerderijen dat afdakje. Nou, kan je er misschien nog eentje bij kopen voor mij ook. Oké, okay, Sven, we krijgen complimentjes op de website, dus heb je mooi gedaan. Complimentjes? Heb je een website? Ah, krijgen we complimentjes. Chat, nice website, zegt Belgian Space Brothers. Hey kerel, goede reactie, altijd plus 1. Hey, maar wat, waar, oh, heb God, je een website ja, nieuw? Sven, je kijkt dumpet, hè? Heb je een website? Altijd plus 1. Ik bel die andere nog even offline halen, straks moet ik even verzoekelen. Orion, maar ik ben niet helemaal wakker. Moeten we ook schudden of gaan we hakselen straks? Hakselen, oh ja, hakselen dus. Mooi. Als dit allemaal in de balen komt. Ja. Hey, ook die kleine maf mogen kopen. Jawel. Welke, die hele kleine of? Ja, die 5600. Wat heb je daarmee doen? Harke. Ik heb die ingelogd. Harke? Comment. Eens opletten hoe ik, hoe snel ik daarmee doe, Harke, jongen. Nee, maar die draait lekker grap, dus... Oh, die dekking. Al standaard, yo. Dank je. Nee, kan je ook gelijk nog even een haar kopen erbij? Komt nog goed, ik ga wel dat die vent gedaan heeft met dat sturen, man. Die is dus... meest half heel. Ik neem je de hark wel mee naar de boerderij toe, man. Maar ja, kan daar thanks. Waar kan ik dat denk ik ook. Ik heb ook nog een kar bij me. Nou, of jij pakt die hark die op het boerderij staat, dat kan ook dat ik deze ja, mee neem. Ja, is ook goed. Dat show, lijkt door, heel dikke achtergrond. Wat? Oh, die jawel. Die op de stream, godver. Wat, z'n zus? Je moeder. Nee, die staat daar niet op. Oh, god. Weet je dat wel zeker? Waar? Moet je moeder op de website zetten? Ja. Ik zal jou over op de website zetten, nee. Dat kan die helemaal niet. Ah, huh? iedereen kent zijn hoofdhouders, dus ja, dat is, hoeft dat is ook een feit. Maar wat is de website dan? Ja, jongen. Ikivifarming.com 404farming.com Rompikku. Waarom ga ik weg? En hoeveel betaal je ervoor, Neil, per maand? 20 cent. Niks. Wat, Neil? Nitrato, of niet? Yup. Maar, ik kan even iemand mijn stream zeggen wat dat fucking stuur, zeg maar, doet. Ik heb een geel met een zwart stuur. Geel met zwart stuur. Ja. Lol. Ja, nu heb je toch wel een normaal stuur. Wat? Nu vent. Ik daar nog maar eens kijken. Ja, nu niet klopt meer. Klopt er niet aan geel met wit stuur? Nu, ja nee, dat beukt echt. Dat beukt echt, ja. Dat laat me doorgaan, weet ik veel man. Tot 4, 5 uur of zo waarschijnlijk. Tot een uur of 1 in de morgen. Dat is ja. Half drie, half vier. Ja, een uur of vier of zo. Nee, jij moet morgenochtend weer vroeg schoonmaken. Oh ja. Zal je ook keer schoonmaken? Kom maar in Nederland. Kom hier maar schoonmaken, nee, dat is die voice hyper. Je hebt daar een poetsvrouw voor gedaan. Ja, maar het is vakantie, die komt nu niet. Dat is ook wel weer zo'n pratje. Ja, een pratje. Serieus, komt ja, ik heb het zelf schoonmaken. Ja. Ik heb het zelf gezien, ja, oh fuck. Ja, nee, heb je persoonlijke schoonmaak. Nu ja, jij ook man. Ja. Jongen, dat is fucking chill. Je moet gewoon niks doen en die putst gewoon alles. Wat je gewoon niet dat het is. Hey Neil, je kan er zo'n pleurenzooi van maken, ze ruimt het gewoon op. Had dan mijn hand gehad toen, hè? Huh? Ah ja. Thomas. Hey, ik weet waarschijnlijk ook al wie jullie zijn. Neil, in een vrouwenpakje. Wat? Toch Neil? Ja, ik doe het altijd man. Wat is de fuck is die map aan bewijzen hier? Grinsky is alles. Kan je ook maps op je site downloaden? Nee, nog niet man. Download linkjes ook een keer allemaal gaan overzetten. 15 nog en 17, daar moeten ze mee aan de beun gaan. Dat kan ik wel doen op die website niet. Als ik daar gewoon zo'n
subbestand upload, zeg maar, van Dropbox of zo met link. Dan zeg je gewoon met bestanden van de multiplayer game daarin. Als mensen willen meespelen, kunnen ze via die website downloaden. Ja, of we zetten nog een AdFly linkje tussen, krijgen we nog 0,03 cent. Wauw. Daar word ik gek van op AdFly, ik kan er niks meer op downloaden. Dat je gewoon dat je adblock hebt aanstaan. Ja. Je niet uitzetten. Nee. Je moet eens leren als je melding in je beeld krijgt wat je moet doen. Ja, daar kreeg ik geen melding op AdFly tegen. En ze krijgen ook geen reclame in de stream, en kun jij nog minder verdienen. Oh, dat maakt me nou echt uit. Mij wel. Nee, wel. Het is toch weer geld. Het is toch weer geld, nee joh. Ja, nou. Maar ja, ik heb adblock ook op. Ja, man, dit is gewoon Armo was right in Joey Bravo. Ja, ik ga geen minuut of geen video's maken, dan maak je gewoon 5 minuten achter zwart scherm. Ja, of je doet gelijk die gewoon een video en dan die 5 minuten gewoon, duurt en hallo, dan 5 mensen, minuten doei mensen. Ja. Dan toch 10 minuten te halen. Maar wel de 5 minuten daar iets tussen zetten. Maar PewDiePie doet het ook tegenwoordig, hè, man. Moet je nagaan wat een verschil dat maakt voor YouTube, hè. Wat doet hij? Ja, ook zo of tot even na 10 minuten zijn video's maken. Dan krijgt hij extra geld. Dat scheelt wel wat door als je daar 20 miljoen views op krijgt. Hallo. Wat doet hij? Hij maakt zijn video's langer of wat? Ja, nee, als je 10 minuten maakt, krijg je andere reclame op YouTube. Dan krijg je betere reclame, kan je meer geld voor krijgen. En daarom doen die Turken al anders zo 5 minuten zwart beelden en zo die dingen. Vanaf nu hebben wij ook 5 minuten zwart beelden. Ja, maar Neil heeft altijd uren. Dus weet maar, ja, maar Neil moet gewoon urenlang live en dan gewoon 100.000 reclames erin verdient goed geld. Heb je onze artistieke video's hier nog nooit gezien op dit YouTube kanaal? Artistieke video's? Die hebben we ook nog, moet je maar eens kijken. Hoi. Zie je mij nog, wat hebben we toen gedaan, gepers of zo? Zo'n persen. Kut, hier was de ingang. Oké, weer niet rijden. Toen was Neil helemaal kut aan doen. Want toen wou hij dat ik naar buiten toe liep. Dat ik zeg maar naar de pers toe liep en de pers zeg maar zou aankoppelen. En dat mislukte toen elke keer, want de ene keer glitches een camera dan en de andere keer vloog ik plus 300 meter verder. En we hebben volgens mij echt zonder onzin een half uur gedaan over een shot om uit te stappen. Naar de pers toe te lopen en aan te koppelen. En dat is misschien 2 seconden in de video, hebben we een half uur over gedaan. Dat was echt. Ja, bij mij ook met die pakken te stapelen. Ja, hij de ene keer rijdt ze nog ver, de andere keer rijdt hij ver. We hebben het toen gedaan, dan heb ik zeker gewoon zelf vraag gezet. Bij zijn enkel op de wagen gezet. Dus. Ja. Oh, hoer. Als je dat er allemaal in zou houden, nou dan heb je een lange video hoor. Zweten. Nee, waarom heb je was wat? Neil, komen er nog eens een keer de bloopers? De bloopers? Heb je 3 uur aan video? Ja, gemaakt al een keer. Hey, hier zit ook een kuilbul in het veld waar ik ben. Wanneer we nog eens video's gaan maken, dan moet ik iets verder eens regelen met een groepje hacks of zo, zo'n privé mappie. Beetje voor de swag. Beetje voor die echte swag. Kan ik weer niet meedoen. Nee. We worden gewoon buiten gesloten. Nou, ik wil eigenlijk wel een procentje van die 3-4 video's waar ik in zit, hè. Is goed, ik wil je 5 cent opsturen. Ja god, voor ik ook. 5 cent, genoeg. Jongens, ik wil niet lastig doen, maar als ik toch 5 cent had gevraagd voor elke foto die ik al geplaatst heb, dan was ik nu miljonair. En dat is vrijwillig, hè. Ja, maar jij hebt gezegd, ik ben vrijwillig. Ik heb slijm in mijn keel zitten, gek. Ik ben even gelijk cool, ik ben even naar bank. Zwaar check, even wat zwaar vanellen er doorheen jagen, Neil. Ik wacht nog steeds op een 44-4-4-4-4-4-4. Dan moet ik eigenlijk eens even iemand voor vragen die er wat verstand van heeft. Jezus. Van Peters. Ah ja. Vanella, Neil. Ik moet kennen met lastig vallen. Wat? Met t-shirts? Oh, die is een vriendin ofzo, die maakt van die dingen, weet ik. Straks ook nog 4x4 kleding. God damn it. Zitten we straks allemaal in 4x4 farm kleding hier op achter je scherm? Ja, allemaal stuk reclame dan even zo. Ik kan een tractor pulling met zo'n gate t-shirt aan. Ja. Wat is het met? Kan je FS en TS. Gelijk of moet je anders bezinnen? Ik kan gewoon gelijk hoor.
Nee, daar heb je andere PC voor nodig. Ja, ik kan nog op andere PC doen, maar ik weet niet of het zo goedkoop uitkomt eigenlijk. Oh ja, voor TeamSpeak heb ik speciaal een computer gekocht van 1100 euro. Net zei ik naar jou, dus ga ik mijn computer hebben voor TeamSpeak. Ja, en FS doe ik op mijn laptop voor 35 euro en dat gaat en Skype wel, beginnen op 1000 euro. Hup. En Skype doe ik op mijn telefoon voor 5 GTA euro. GTA doe ik op, het, op die computer die ik laatst bij het afval zag staan. Dat lijkt het wel op, ja. Mooi verhaal, lekker kort, doei. Ja, maar voor mij is het wel zo. Ja, daarom dat ik het zei. Het is een computer dat ik heb. Voor mij, wat zit er voor processor in? Een AMD of zo? Een kartonnetje. Nou, ik denk AMD met kartonnetje ertussen, meer niet. Het is nou volgens mij een AMD, hè? Ik wil niet lelijk doen, maar ik hoor Neil nog steeds zeggen, oh, ik ben over een half uurtje terug, moet even harde schijf installeren. Duurt, is niet moeilijk, duurt niet lang. Tot zo. Twee dagen later. Het is ook niet moeilijk, tot misgaat. Een week later. Yo, ben ik weer. Ja, ik ben net klaar. Maak hem dan krijg een je van die snaps van Neil. Verveling heerst. Ja. Hey, je hebt ook een kerstmis, je Neil, kan niks doen. Hoe beslaafd ben je dan aan je computer? Jezus. Wat fuck met kerst, man. De computer is kapot. Verveling heerst. Ja, maar net zoals Marco. Marco die zat te wachten op de, Neil, op de stream van Neil, anders verveelde hij zich. Oh ja, maar Marco die is gewoon een kleuter. In de laatste twee dagen had ik er ook geen last van. Ja, gewoon elke dag weg. Met kerst kan je toch niks. Moet je Marco, maar wachten, Marco je heb ik in het echt te zien, hij is echt heel klein. Ja, hoe klinkt Marco ook? Ja, weet nou ik wel. Weet je, wist ik wel hoor. Wist ik wel. Dit space is meer wel fucking hard. Maar ja, kijk hem dan maar goed. Ja, helemaal goed. Robot. Helemaal mooi. Kleine oproep tussendoor, even iedereen surfen naar 4x4farming.com en vooral allemaal specifiek op de reclame klikken onder in beeld. Doet hij dat dan? Ga je door naar de porno site van Sven? Ja, en dan krijg je misschien wel een cool blue reclame en dan kan je daar een snelkookpan kopen en dan gooi je daar wat spijkers in en het komt helemaal goed. Wauw. Boom. Hashtag TBT, hashtag Boston Bombings, hashtag... Wel grappig, ja. Ik heb Adblock uitstaan, ik krijg geen reclame. Nice. Reclames, je moet toch die money verdienen? Echt man, die 2 cent gaat te maken. Ja, maar ik gun graag met andere bedrijven geen geld. Het is zo, die 2 cent gaat allemaal naar Sven. Sven denkt, give me die money, give me die money. Ja, maar de YouTube money die gaan naar Neil toe en de... Ik weet niet, nee, Facebook monies hebben we niet. De sponsor monies die gaan naar Neil toe. Sponsor monies gewoon rechtstreeks op TeamSpeak, daar zie ik totaal niks van. Oké, de donatie monies gaan naar Neil toe, dus die 3 cent die gun ik mezelf wel. Daarom. Ah, Neil, het is 135 euro 65, godverdomme. Ja, 135. Maar ik heb er 110 man gelijken. En 65 cent. Ook met dat gras doen straks axelen vanavond waarschijnlijk. Echt vies meer man, ik kom met 2 axelen. Ja, ik ben er vanavond niet. Ja, nice, dan gaan we axelen. Ja, dan gaan we axelen. Ja, dan doen we. Hey, Neil. Dan boeit het niet hoe laat het wordt. Het gaat er vandaag nog af. En Jamie, jou kennen, lig je al lang al in je stoel te maf. Ja, weer om 8 uur. Ik heb het wel jammer dat ik de bieten gemist heb. Ik vind het echt jammer dat ik de bieten gemist heb. Oh, met die dingen met die muizen omreden. Ja. We kunnen nog wel een keer naspelen, gewoon surfen. Oh nee, dat kan niet. Ik kan niet meer. Heb je mijn bietenfoto's gezien, Neil? Op Facebook? Ja, ik zie je. Moet ik nog even die blauwe MAN moet ik nog even omscannen. Een troll of zo, of wat dan? Nee, gewoon met van die... Ja, net zoals in de bietencampagne. In de bietencampagne, zoals bij ons met die Rentalman stickers erop. Oh ja, ja. Even agressief logotje erop. Van allemaal. Hey Keel, ja wat is het probleem man? Hey Keel. 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 Doe schek Keel. Echt hè? Van mijn Keel. Hey, Nederland tegen België. Een Nederlands 4x4 mens tegen de Belgische 4x4 mens vechten. Deal. Deal. Keel, dat doen we Keel. Dat vind ik een deal Keel.
Ja, kerel. Alle Belgen die er zitten zijn ouder dan 16, dan als die dingen zitten 12 of 14. Maar hey, Thibaut die is voor mijn echt niet blijkbaar in zijn hoofd op dit film. Daar gaan we even niks over uiten. Thibaut is toch best wel klein? Ja. Maar die is toch redelijk gegroeid. Heeft hij zijn groeispurt gehad? Ja. Jamie, I select the sound microphone muted. Momenteel 33 likes de video zie ik. Als we 50 likes hebben, doen we even een naamrondje. Dus als even iedereen like erop knalt, dan zal ik een naamrondje doen. Wat lukt het? Alles lukt. Ik call hem. Als ik het wel ben. Jawohl. Ah, dan hebben we dikke fitty. Nee jongen, ik ken die vet niet eens. Wat dan Sven, wat doet die gast? Oh, wow, een aandachtstrekker. Oh, je bedoelt van dat mensen een bericht sturen? Ja. Echt zo? Ik zit. Als ik een screenshot zou maken voor elk bericht wat ik krijg, of voor elk bericht wat 4x4 krijgt, dan. Oh, camera even alles geven, wow. Van terabyte. Ja, ik heb nog wel. Ja, maar dat geloof ik ook. V-farming, dat is. Oh, die kerel gisteravond, man. Oh. Die JR-molding. Nee. Ik weet niet wie het was, maar oh, hoe gek. Oh, maar dat zijn van die gasties, die weten niet eens hoe ze een pagina aan moeten maken. Dus dan gaan ze maar een heel account aanmaken. Ik wat wil je nu zeggen dat ik niet weet hoe ik een pagina moet aanmaken? Nee, die JR-molding. Oh. Meet Sven gewoon ook niet, hij gebruikt gewoon Neil om dat te doen. Tuurlijk. Zeg eens eerlijk, Sven. Ja, maar Neil en Sven, dat is een koppel. Heel stiekem. Ja, maar heel stiekem. Iedereen moet weten over onze relatie. Nee. Oh, nee. Kut. Ik heb niks gezegd. Yo, Mark, welkom man. Jij, met wie heb jij een relatie dan? Met je moeder. Nee, sorry. Nee, met dat wijfelijke op WhatsApp stuurde. Ja. Ja, met die klit in dat haar. Nee, Finn. Nee. Dat kan ik even. Nee, Jamie, stop. Nee, officieel stop nu, ja? Oké, okay, stop. Ja, maar ja, jij weet heel goed genoeg gedaan. Hey, Neil, Jamie heeft de wielrenster als vriendin, hè? Hoe is best toevallig gekeken? Nee, die kijkt nu toch niet, die zijn een paar vrienden. Hey, ik weet ja, het wel. Ja, maar dat is echt, die stuurt mij ook niet meer terug. Neil, hè, het begint met de F, toch? Wat? Ja, die is nu daar, ja. Ja, maar gewoon daar. Niet erop houden, ja. Ja, maar Jamie heeft met de wielrenster. Nee, ik heet geen Wessel. Nee, ik ben geen wielrenner zoals jou. Jawel. Wat de server staat privé, man. Woensdag kan je meedoen. Maar die heeft altijd gewoon 4x4 farming server, dus je kan hem altijd gewoon die naam vinden. Je kan ook de website vinden, 4x4farming.com. Het is onopvallende reclame. Ga naar 4x4farming.com. Onopvallend. Komt helemaal goed. Even abonneren. Neil, maar dat moet je even in je beeld zetten, jong. Dombo. Jongen, nooit onopvallend. Echt gewoon door het hele beeld 4x4 farming. Ja. Hij gaat helemaal beeldvol. Neil. Even gewoon puur die website streamen. Hey, zelfs zit je om farming te Neil, doen. Neil, 4-5 uren lang om de website te reviewen. Alles al 6 keer langs geweest. Kijk, dan heeft u hier de homepagina. Maar als u hier klikt, deze... gaat u ook trouwens alweer naar de homepagina. Dus klik vooral op deze knop. Ja, en dan Sven, moet je op die knop drukken. Sven, ik zie jou er nog voor aan ook om dat te doen. Maar, als je daarop drukt, ja, weet je wat er dan gebeurt? Nou, dan krijg je naar de homepagina. Je weet, dan als je moet daar op klikt, gunt je mij 5 euro. Druk even op het knopje van dan hoeft u niet eens iets in te voeren, maar u gunt gelijk 5 euro. Druk je de bron op. Kijk zo op je rekening. Godverdomme, het is ook nou echt zo. Hey, en jongens, jullie moeten zitten. Oh, wat drukke mensen weer vandaag. Heb je mods nodig als je wil midden, moet je wel de map hebben volgens mij, dat is het enige. Ik ben niet gewoon wat van bouwen weer. Yo Bert, welkom man. Zijn computer vastloopt. Hey, maar over. Bij wie komt er binnen? Ik heb dat wil niet ik teleurstellen. Ga ik je teleurstellen, maar er zit een spambeveiliging op, dus ik kan me één mail. Ja, had je mijn andere drie dingen ja, niet gekregen? Ja, maar als we 50 kijkers hebben en elke kijker doet het. Dan krijg ik een e-mail. Hey, of we gaan gewoon even die doosje.
Ga ik ook. Dan kunt je DDoS-beveiliging op. Moet je zeker proberen bij neutraal te DDoS'en. Zeker. Ja, maar zelf kun je wel DDoS'en. Hey, nee hoor, ik kan jou zelf ook DDoS'en. Ja. Dan ga je gang dan. Probleem nee, is, ik weet niet dat je DDoS'en. Dat had je bij Bart moeten zeggen, jong. Dan had hij gelijk toch geband voor een week. Hey, Jamie. Ik laat het is... gewoon voor me doen. Dat is ook zo. Maar dat is funny. Ik ga naar een ander team spelen. Ja, doei. Hoi. Doei. User in your channel was banned from the server. Ja, jij. Wessel, jij zegt dat wel altijd over iedereen, hè? Dat ja. Jij eens wordt geband, hè? Ja, maar Neil, geef me dat eigenlijk dus even. Dan is die EEB weer op WhatsApp aan het stalken. User in your channel was kicked from the server. Gewoon een keer band je die gewonnen. Maar Sven. Ja. We hebben die social media dingetjes daar zo op die website staan, hè? Ja. Moet daar even zo'n Snapchat-icoontje bij zetten, dat die Snapcode opent of... Dat zou zeker kunnen. Hé, hey, niet move. Nee. En geen andere teamspeak, zei die. Had ik nog niet over nagedacht. Misschien is er wel een... Snapchat-plugin. Snapchat-symbooltje. Ik hoop nu in één keer te binnen. Wat een held bij toch? Dus is weer te man. Hallo. Paal had vorige keer, ja. Hey. Ik heb wel een lief, ja zeker. Echt, meen je die? Is weer te joh. Heb je echt een leven, Neil? Ja, joh. Ah, kijk, daar is Jarno ook weer. Welke Jarno? F-Pix. Jarno, gefeliciteerd kerel. Fuck, ik wou zeggen, kan je die eens uitmaken zo? Jarno is geen macht meer. Shoutout naar Jarno. Oh, dat stond ook op Snapchat. Shoutout naar Emma. Ja, Emma heeft dat denk ik gedaan toch? Ja. Worden. God, wat een tof life. Geen denk jongen nu van fuck my life. Het stond. Jongen. Het stond ook mooi op Snapchat. Jongens, ik moet jullie wat vertellen. Daar zagen gewoon even 95 mensen deelden mijn moment van vreugde. Was die ook bij jou dan ofzo? Nee, natuurlijk niet. Hoe de fuck weet jij dat dan, vraag ik me af. Ja, hij stuurde een foto van de kont van het meisje. No way. Oké, dat ben je die nu? En toen sprong die er bovenop. Jij ook de beste wensen, maar Roy. Yo, Wietse. En nu krijg... Neil, nu krijg je wel een strijk van seksuele content, hè? Wat seksuele content? Mag gewoon alles zeggen. Mag je anale admiraal alles zeggen? Ik mag gewoon niet laten zien. Maar niet laten. Ja, hey Neil, je mag het wel laten zien, maar dan moet je het blurren. Laat ik het toch niet zien. Laat je wel een foto van Jarno zien, die is al geblurred. Ja. Het best om maar weer te spammen op Steam. Gewoon niet reageren. Heeft je al nog wat gereageerd of niet meer? Aha, Sven, man, meen je dat nu? Sven is altijd serieus. Ik ben altijd doodserieus. Wat niks grappen maken met mij. Je grapper. Hahaha. Sven, ik heb helemaal niks gedaan, man, domme kid. Zegt hij nu? Ja, dat zegt hij nu. Ik heb Emma even vragen, hé. Iedereen Emma toevoegen op Snapchat. Hoe heet je op Snapchat? Ja. Geef haar naam maar, ik voeg haar dan ook echt toe. Jawel, ja, cowboy. Ja. Allemaal smoesjes. Jarno is geen maat meer. Oh.
Hey, jongens, dat moeten we eigenlijk wel als groep 4 tot onze trouwste kijker. Die heeft het gewoon gedaan. het is gewoon gebeurd. Het is gewoon klaar, het is een punt achtergezet. 10 maanden babyborrel. Jij met uw babyborrel altijd, nee. Ik heb sowieso ook altijd last. Maar hoe heet die Emma op Snapchat dan? Vaak weer al, zeg maar in het babyborrel. Maar waarom wil babyborrel? Ja, bij dezelfde avond is ook kut. Als er maar bier is. Hier gewoon een feestje of het een of ander iets. Dan moet ik echt niet per se een babyborrel zijn. Jawel. Ik heb nog een bier ervaren. Dat is echt. Met een muur erbij. Oh, nice. Je bent die kerel ook zo erg aan het pesten, hè? Ja, maar je moet goed nadenken wat je allemaal tegen Sven zegt. ik zit zo op Snapchat, kijk zo... Jongens, ik moet wat vertellen, ik denk... Oh. Toen lag ik in de deuk toen hij dat daarnaast kwam. Ook zo fucking 10 of 20 snaps van hetzelfde foto. Waarom zou je met iedereen gaan delen? Heb je geen leven ofzo? Dat zeg je dat tegen Sven, hè? Dat zegt je nu helemaal als je dronken bent. Je weet niet meer wat je zegt. Adam. Weet je nog, Adam? Of je ligt gewoon op de grond te rollen. Nee, maar weet je nog, Adam, toen bij je thuis waren? Bij mij thuis? Dat hebt. Dat heb ik je zo verteld. Ah. Wat? Dat was ook bij je thuis. Mijn thuis, dat kan ook. Ah ja! Dan zeg je nogal verkeerde dingen. Ik weet waar je huis woont. Juist woonde. Yo, Tompie Games, welkom man. Niemand weet waar mijn huis woont. Heeft jou nog wat gereageerd? Of is jou nog niet stil geworden? Heb het zo wat door, ik vertrouw die Sven niet meer, domme kut. Jamie, je woont ergens in Friesland. Ja, Friesland. Friesland is niet stil geworden. Ja, maar Friesland... Iedereen kent elkaar. Tuurlijk. Ik ken niet iedereen daar, dat is wel een beetje heel veel. Ja, iedereen is even iemand mijn mandje. In het dorp ik heb helemaal iedereen. Niks gestuurd op Snap. Ik heb gestuurd naar Sven Snap, wel mijn kop van haar. Dat kan je nu wel zeggen. Nee jong, dat is helemaal niet waar. Dat klonk ook zeer overtuigend. Stiekem heeft gewoon alles verzonnen. Ik heb video gemaakt, gaat nu op Red. Was half één. Half één, ik zat aan het vierde biertje. Toen kreeg ik... Toen pas het vierde. Ik wou net zeggen, hoe sloop zuip jij? Nee, niks te zuipen, maar het leid. Kijk, je moet de smaak proeven. Wat had ik hier? Toen kreeg ik een foto van een kont. En toen zei hij iets van, met het liefje of zoiets. En toen zei ik van... Ga je erop springen? En toen zei hij dat Emma zei dat ik mijn manieren moest houden. Toen kreeg ik 1 uur en 20 minuten. Later pas een antwoord. Ja, vertelt genoeg, hè. En dan al die snaps erna op zijn verhaal van liefste schatje en hou van er en zo. Jongens, ik moet er toch geen tekeningen meer gaan bijmaken, of wel? Jawel. Ik wil eigenlijk zo'n animatievideo erbij hebben. Ja, dat wil ik ook. Een video. En dat is wel... Man. Oh. En oké, de stream is verneukt. Beetje, hoe noem je dat? Algemene voorlichting ofzo. SO. Ja, maar zo moet je het niet noemen. Heb jij nooit gehad op school? Nee, eigenlijk ik speel nooit. Nee, ik wel. Fucking raar. Hoeveel velden landen zijn er ooit al gedaan? Heel veel. Veel te veel denk ik, maar die jolle. Oh, ik ga zo naar de film, dus ja, ik wens jullie nog verder. Ik heb al 5 stukken gedaan. Ah, ik ben nu met mijn tweede land bezig. Omdat we film keken, zegt hij. Ik weet niet hoe Sven al ja, is ja, met wat voor film? Hoeveel landen. Ik weet niet hoe die film heet. Sven, hoeveel veld ben jij ik weet nu ook bezig? Niet wat voor land film ben jij nu bezig? Ik wil pornofilm, nou goed. Ah. Ja, maar dat mag. Hey, dat mag zo'n klein kindje als jij niet heen. Ja, moet je bek houden. Nee. Wat? Ik gebruik het ook maar extreem, dat lukt niet, want dan zie je mijn menu ineens als ik rij.
door, what the fuck? Ik weet niet, man, ik heb geen probleem daarmee. Ik heb me echt te veel, holy. Holy. Ga weg dan! Get. Holy kut! Jullie trouwens de kijkers ook kloten. Je hebt altijd, man. Hey, Neil, is onze vrolijke Dylan er ook weer? Ja, waarschijnlijk wel. Die zegt net nou, yo. Hey, wat is Jarno nog te melden in de tussentijd? Jullie trouwe kijkers ook kloten. Wat zei die? Onze jullie trouwste kijkers zo kloten. Of trouwste kijkers ook kloten. Ja, zie je, dus heb ik nu gewoon toegegeven bij deze. Jarno, gefeliciteerd. Volgende onderwerp. Mooi dat je gaat. Zo'n jongen die gewoon taart op met zo'n tekst op. Jarno is gemaakt, muur. Weet je wat ik doe? Weet je wat ik doe? Ik zet achter op de silagewagen, zet ik zo'n sticker. Gefeliciteerd, Jarno. Hey, deze man is geen maart. Wanneer haak je ze vanavond? Weet je wat het komisch is? Nou. Het is een ginger. Oh man. Hey. Echt? Oh, nee. Is dat... Ja. Hey. Holy shit. Hey, weet je kan wat? Toch? Ik heb een rode in mijn klas. Ja, ik ook. Ik niet. Ik ook, maar dat is een goede vriend van mij. Thomas. Ja, vertel. Wat? Ik heb een rode in mijn klas. Ja, leuk verhaal, maar die lekker had het heel erg in kwam. Is gewoon een klootzak. Lijkt wat op jou. Oh, net zoals jou dit. Nou, ah. Zeg je. Stiekem ben jij het gewoon. Nee, ja. Ik heb geen rood haar. Ik heb wat donkerblond. Dat zeggen ze allemaal. Ja. Donkerblond haar heb ik. Maar ik kan sturen, oh, ik ook zeg nog iets. Tweedehands.be. Ben wapenaaier. Ja, nou, ik hou van jou, man. Oh, Neil, Sven gaat vreemd. Jop, doe ik ze in een beek. Jarno, is Nicky er ook op de stream? Want die ging me gisteren of vanmorgen vragen van... hoe gaat het met je map? Zeg, goed. Ging die vragen van... is die al klaar? Vraagteken. Zeg, ja. Hij zegt, ga je morgen multiplayer? Ik zeg, ja. Hij zegt, als je hulp nodig hebt, hoor ik het wel. Ik zeg, ja. En toen voelde ik zijn verwachting stijgen. En toen zei hij nog iets. En toen zei ik van, wat denk jij? Een map klaar op 2 weken? Toen zei hij, ja. Ik zeg, nee. Wauw, wat een tinder toen je. Zegt, on point. Mag ik vertellen dat ik dit stuk grasland in die video, in de preview video van deze map, waren ze ook hier aan het maaien. Toen was het zo mooi. En toen besloten ze om een elektriciteitshuisje, een paar elektriciteitspalen en een gigantisch sportveld midden in het veld neer te zetten. Wat de fuck is dat dan? Oh ja, daar, ja, dat land. Mag ik mijn minuiting daarvoor uiten? Want dat vind ik toch echt nergens op slaan. Dat gebouw hier waar ik reed, dat is ook zo... Typisch lelijk dat ik ook Chris wacht. Hey Sven, gast, ja. Nicky, ik begin 4x4 te haten, ja. En ja, Nicky is hier. Hey Nicky. Oh ja, die heeft ook nog gestuurd daarvoor. Hey, maar ik heb de hakslag. Ik weet niet wie straks de hakslag gaat, maar die is flink genaaid. Dat is er wel aan. Ik heb het zwart gewoon ram onder de bomen gelegd. Hè? Hey Sven, zullen we een keer samen een heel speciaal teken gaan harken ofzo? Oh, dat kunnen we doen, ja. Ja, we gaan het heel moeilijk kruis maken. Ga je het ook zelf op hakselen dan? Doe even normaal. Nee, dat mogen jullie doen. Dan ga je het ook maar niet harken. Sven, hey, Neil, is matenaaier. Er is een ding doen. Teamspeak, hè? Sven, ja, had ik verbod. Ja. Maar, godver. Sven, volgens mij ben je matenaaier. Ben ik een matennaaier? Nee. Nee, het lijkt wel een matennaaier, ja. Oh, maar weet je wat het mooi is? Oh ja, Nicky zegt, ja, nou Sven is homo, hè? Goal, ja, ik ben homo, dat is inderdaad waar. Ja, wij zijn toch matennaaiers dan? Loopt dat blijft dan kijken, hè? Dat is gewoon zo. Dat stuur van mij is Logitech G25. Oh, hey, maar weet je wat het is? Niet meer meewerken. Jongens, weet je wat is? Ik ben 200 kilometer verhuisd, dus eigenlijk kan ik gewoon zeggen wat ik wil. Waar ben je heen verhuisd dan? Nee, joh. Hij moet wel een keertje... Nee, ik moet gewoon een random zandberg in het veld.
Oh, wat ligt op mijn map ook? Nee. Nee, dat is master bedoeld eigenlijk. Er probeert volgens mij iemand die wil meedoen. Lijkt op de server. Ja. Maar op woensdag kan je meedoen, man. En zaterdag. En zaterdag. Ja, of hij moet een paar duizend euro betalen, dan mag je misschien ook meedoen. Nou, over 25 euro doe ik. Let op het misschien, hè. Hey, misschien, we weten het niet zeker. Dan over na. Even overleggen met de grote baas. Ik heb vannacht jongens slapen. Maar je moet eerst 1000 euro betalen. Neil, hoe groot ben je? 1,85 meter of zo. 19. Oh, dan mogen we je niet groot noemen, sorry. 90 zei het, Jenny. Ik ben groter als Peter en Peter is 85. Ja. Het was gisteren nog gespreksonderwerp. Best dat je niet meer in Maldegem woont, man. West je wonen. Wat zegt hij? Hij weet je huis wonen, ja. Nee, mijn vorig huis. Ben was bang voor mij, daarom verhuisd hij. Ja, dat is waar. Ziekem is dat echt waar, ja. Ik heb ook nog wel een onderduiklocatie altijd voor je klaar liggen, hoor, Sven. Als... Ik heb nog altijd de paarden staan. Sven, wacht maar, we komen elkaar nog wel tegen, Matty. Dat zei Wie stuurt dat dan? Nicky. Fight op kruispunt. Hey, Sven, ik heb nog wel een onderduiklocatie. Mooi man. Mooi. 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 Bunker. Zeker. Ja, de buurman heeft bunkers. Ik duik de mes wel. Ah ja, wat dat dingen dan. Als je hem snapt. Oh. Kom op, gek. Gewoon een USB in de computer gaan, man. En dan werkt dat vanzelf. Waar werkt en dan goed hard doordrukken? Oh. Als je hoort, dan is het altijd goed. En dan als je op de grond trappen met dat ding, dan werkt het helemaal. Sowieso. Oh ja, maar je moet hem ook nog zien te vinden, want hij wordt niet meer gemaakt. Wat een ding. Wat een Jamie. Ach, oh, Niels stuur. En mijn stuur. Heb jij een stuur? Nee, maar eens. Jamie, toen mijn G29 kapot was, kreeg binnen 2 weken gewoon een nieuwe toegestuurd. Dat is wel service voor Logitech. Denk je zegt nog iets, Sven. Mm-hmm. Logitech geeft best snel gratis nieuwe producten. Of bang van je ex, hoe noemt ze nu weer, Nicky? Oeh, Nicky, nu gaan we met vuur spelen. Nee, dat zei F-Pix, hè. Oh, dat die ex met haar schoenen. Met de schoenen? Ja, was de keer met farming bezig waren. Dus je ging een keer nooit met je vriendin bellen, begon ze over schoenen of zo. Oh ja. Kijk, ja, met de Agri-Holland. Haha, Jente, vraagteken. Ho, nu gaan we echt met vuur spelen. Nu gaan we de stad maar eens even uitschakelen, want... Wat? Als dit gesprek wordt voorgezet, is het echt... Dit is dan echt matenaaien. Oh jee. Oh, wat mis ik allemaal. Ja, die ja. Allemaal toevoegen. Ik en morgen ja, denk ik kerkmuziek op mijn computer was dus niet verkeerd, ja, genoeg. Oei, oei, wat gaat het allemaal geven? Jongens, ik wil wel nog even vermelden, ik heb geld voor een treinticket. Wil ik het even vermelden? Ja, ik heb nog... Je bedoelt voor naar de schuillocatie? Naar de aanvalslocatie. Oh. Terug richting België. Waar ben je nu heen verhuisd dan, Sven? Zuid-Limburg. Ik heb hem tweedehands gekocht van het stuur. Niks meer, als je vragen mag, wie heeft veld, even kijken, veld 15 lopen maaien? 15? Ja. Nee, of... Flauw idee waar het is. Bij de shop. Dat was Neil, denk ik. Ik, ja. Dat was Neil, ja. Sorry, maar er waren af en toe wat hoekjes hier en daar die je vergeet. Dat is een hoekje als die maaier pakt hem dan niet goed. Weet je, loopt er achteruit te zetten. Ach, joh. Heel verhaal. Ja, nu is het zo herstellend dat je... Ah nee, daar is er iets. Yo, yo. Wij ook hoor. Maar ja, wie zegt dat we kunnen komen? Wat? Zeg Nicky. Wil die gast vechten of zo met je, Sven? Sven wordt wat stil. Sven. Misschien maar goed hoor dat je een beetje stil vecht of zo. Ik ben inderdaad even wat gas terug aan nemen sinds er bepaalde namen zijn gevallen. Iets met Grieks ja, ei. Die ook zo stiekem meer noem kijken. Ik niet. Wie is dat? Voor. Hey. Iets met een Griekse ei. Een naam. Wow. Ik heb een stream met 70 kijkers, hou je bek. Hou je bek, oude Jamie. Wees privé. Nee, ik zijn ook.
Ja, maar ik weet die naam nu ook. Helemaal top. Weer een stukje klaar. Who the fuck? Jongens, hou me op de hoogte wat die twee games typen. Nou, nu zijn het gewoon lachende smiley, middelvinger en nog een lachende smiley. Nee, ik zie is geen middelvinger, jong domme kut. Nee, Dylan, dat gaan we niet doen. Hey Dylan, dat is niet leuk. De minimap staat uit, ja, correct. Dat wordt zo. Wat zegt nee, Dylan? Dylan wil time-out geven, dan moet hij je back houden, niet doen. Wielstand Pro voor Logitech G25. Dylan, die is zo erg met je time-outs en bonds. Dat is zonder stuur en pedalen, ja. Nee, Nicky en Jan moeten niet gebannen voor time-out worden, maar ze moeten gewoon oppassen met wat ze zeggen. Oh, moment. Dan kom je echt langs. Ach, goddondertje. Hé hey Neil, moet je daar eens voor de aardigheid langs veld 12 rijden? Moet je eens kijken hoe goed het is. Oh god, hier is Neil maar hier kom ik niet. Dat berichtje. Oh, ik zie een naam. Ja, ik zie een naam met drukletters en een paar veel E's. Griekse I en het eindigt op en, E. En dan zijn het zwakker, graag ik. geen achternaam, toch of wel? Nee, alleen voornaam. Oh. Oh, lol, die was even weg. Dan vind ik het prima. Als je zo'n stuur hebt, zonder pedaal, dan heb je niks aan het stuur, denk ik dat hij bedoelt. Waarschijnlijk zoiets, heb ja, je nee. Sowieso niet. Wat? Yo, ik ken het goed met het toetsenbord. Weet je wat ik zeg, Sven, ik zou ze een time-out geven, dus Sven, dat doen. Nederlands is heel moeilijk, blijkbaar. Nederland is moeilijk vandaag. Ik zeg Sven, ik ze een time-out geven, dus Sven dat doen. Oké, okay, je moet je een time-out geven, maar mag ik dat doen, want ik ben ook mod in de chat. Nee. Geen time-out. Nee. Je hebt totaal niks met je mod weg. Doe je het echt top dan? Ik snap nee, maar er zit zo'n raar smiletje bij, dus ik vertrouw het niet. Ja. Nou, mag ik Nicky een kleine herinnering geven naar vorig jaar? Was ik op een bepaald moment kreeg een berichtje dat Nicky een berichtje had gestuurd of een bepaald meisje zin had om te zoenen zonder dat Sven daar wat van wist? Dus wie is de matenaaier? Ga jij mijn vuur spelen, Sven, man? Ja, op zich. Hij vraagt er nu gewoon om. Die vraag je erom om nog meer in mijn chat te krijgen. Nou, is de geur, krijg je misschien meer geld. Dat je meer in de chat komt. Hoeveel, je kan toch zien hoe snel het in je chat gaat, hoeveel reacties per minuut. Hij telt hem kalm aan, hè? Ja, hij pest me. Hé, maar Wesso. Nee. Oh, TeamSpeak heb je gedownload. Ja, je moet je back houden, 8-jarige Holland. Nee. Ja, voor de rest mooie stream. Alles gaat goed hier. Alles gaat kijken hier. Alles is in controle. We werken ze allemaal niet. Perry in controle. Au, Nicky. Zegt hij. Au, Nicky. Nee, kijk je moeder je stream wel eens. Dat ik het bij God niet weet. Is dat wel, hè? Ja, die wel. Waarschijnlijk maar ook dan. Dan is het in één keer... Nee, dat vind ik hier lijkt niks. Hé, hey, als Niels zijn zus kijkt, is het in één keer bruh. Ja, heb ik het wel zo Ik ging Niels zijn zus op date vragen. Ja, wat heb jij allemaal liggen snappen met... Ik heb er echt niks van mee gehad, hè. Ja, wat jij met zo allemaal liggen snappen, dan heb je ook niet mee gehad. Ik ging er op date vragen, maar dat vond ze niet zo leuk. Ja, ze gaat morgen al op date. Oeh. Waar is mijn wie? Sven, ja. Sven wil ook even langskomen. Ik zou het niet weten met wie. Is 14 of zo, wat gaat ze daten, gek? Ja, even antwoord aan. Hé, hey, met 1 van wat? 28. Ja, zo. No. Kent het spreekwoord, hè? Wat niet leurt, dat schuurt. Denk er maar eens goed over na. Hey, dat is blij die nu eens een stream kan kijken. Wat?
Kijk in de chat. Oh joh, Guus, welkom man. Want eindelijk, je hebt toch een paar dagen geleden nog een keer gekeken. Was de andere Guus. En dat is een paar dagen, Neil, dat is lang. Zweet de man. Neil. Ja? Neil. Kom eens langs, veld 12 dadelijk, moet eens even kijken. Kettig, joh. Neil, zijn zus, Sven. Neil, let op, man. Sven, stap eens uit. Ja, ik ga wie stuurde dat? Wie stuurde dat? Even Sven, stap eens uit, ik wil nu kijken. Ja, stap maar uit. Maar wat, User disconnected from your channel. Oh jee. Heeft hij 4x4 harig, dus. Nee, dit is hem niet, dit is Wessel. Dikke pikje harigd. Jongens, moet je eens even kijken hoe mooi recht dit is. Zonder overdrijf. Moet je gewoon eens even in de lucht gaan hangen. Moet je kijken hoe recht al die banen zijn. Ja, sorry, niet helemaal recht hier. Je hebt hem met GPS gedaan dan. Ja, een stukje. Maar dat maakt niet uit. Ho. Sorry, ook afwijkingen hier. Nee. Nou, Wessel, of jij het beter kan. Nee, ik kan het ook niet, maar ik doe het met mijn toetsenbord. Dan moet je opletten dat straks morgen met de hakselaar gaat, ligt nog de helft van die baan goed op de handen. Gaat Marco weer hakselen dan? Nee, maar als hij het zou doen. En nu zie je ook die faalmomenten van Neil, al dat gras al dus blijven staan. Ik heb dat land al helemaal niet gemaaid, of wel? Nee, dat was ik. Zullen vast nog wel meer stukken waar we plekjes gras in staan, dat boeit me niks. Goeie. Wessel, waar ben jij dan aan het harken? Grootste deel mijn weg is, ja. Wat daar ben je? Nick, kom je ja, joinen. Sven heeft nogal wat zware stekken. Huh? Wat zei Nicky? Heb ik iets gemist? Heeft nogal zware stekken gegeven aan jou. Oh, buh. Ga jij weer die kant op werken? Moet er eigenlijk nog veel gemaakt, want volgens mij is bijna alles gemaakt nu. Kom maar deze kant op, hier zijn nog genoeg stukken. Waar ben jij dan? Oh, bij die maislanden daar. Oh, fuck, weer waarom is dat dan? 23, 21, die stukken, 4. Ja, wat? Oh, daar. Oké, GPS mod, we hebben gewoon die standaard GPS mod, dus enter 0, control 0. Oh, stiekem hebben we de 4x4 GPS mod. Stiekem wel, ja. Hè? Ja, stiekem wel. Er staat ook een 4x4 logo in. Ja, zoveel echt, mogelijk via privé mods, hè? Ik ze copyright claim aanvragen nu. Is vnots! Nee, ik zie er ook nog echt voor aan om dat te doen. En welke stank heb je gegeven, jonge man? Wie? Nicky. Oh, ik heb een waarheidsgetrouw gebeurtenis opgenomen. Waarheidsgetrouw gebeurtenis. Ik heb 64 bits voor TeamSpeak, maar dan wat voor PC je hebt, hè. Volgens mij heeft iedereen naast 64. Nee. Ja, behalve Yuri dan. Nee, Yuri heeft tegenwoordig ook 64, Jamie. Ja, weet ik maar, had eerst 32. Ik had zelfs van mij 64. Nou, rij me Bart door. Bart Slomp, die heeft 32. Zo'n beun. Dat is ook de enige kerel die ik ken die nog op een 32-bit PC draait. Ups. Wat kut PC. Medium be like. Ja, zo. Medium. We medium al die troep be like. Tuurlijk. Jongens, oh nee, medium. Hey, tegenwoordig niet maar allemaal. Hey, ik heb ook een medium, maar ik draag gewoon een 64 bits. What? Medium maakt tegenwoordig best goede PC's. Tegenwoordig, ja, maar, een paar jaar geleden niet. Muted. Dompy Games, ik weet niet of je hier maar mee farming kan spelen, maar als je gewoon stuur hebt met pedaal aan alles en je hebt USB-kabel, dan gaat normaal sowieso een PC. En farming ook wel. Kan je voor mij nog een al die gaan wonen, maar zal het maar rustig houden. Ja, zo ook zo. Ik heb er echt niks van verstaan. Ik weet er ook van hem toen hij nog in Maaldegem woonde, maar zal het maar rustig houden. Oeh, ik zie het weer opleiden. Iemand gaat geëxposed worden hier.
krijgen we exposed, dan moeten we Kingeleuter ook erbij halen. Helemaal 4 farming exposed. Dan moeten we Nepal erbij halen. 4x4 farming exposed. Echt, hè? Wel, wie weet ik veel, gaan we exposen. Fijn. Oh, joh. Ho! Schrik me dood in één keer een bel. In één keer een gekke schimmeland. Komt ie maar. Dacht je ook niet zich overtrokken, ik zag je Maya en ik staan. Ga ik zoek nee, daar. Dit is best wel een groot stuk, dat is het probleem. Ook zijn. Tim. Hé, hey, tikje. Tikje. Hij komt dat maaien, hoppa. Nou, nup, ga maar Sven. Nee, je hebt de langste kant. Ga. Nee, up. Oh, jongen. Ja. Nee, je moet nadenken, je hebt de langste kant. Ja, wortel. Wortel, ik ben zelf een wortel. Is goed, man. Oh. Wat is er nou weer, wat moet ik nou weer doen? Harken, denk ik. Nee, de klas. Klas moet ik doen. Oh. Of wat gaan we nu doen? Oh, hier nog. Kijk, nee, dat is allemaal. Hier, dat kleine hoekje nog. Nee, Jarno is er nog, denk ik, ja. Oh, hey, is die erop zijn rijder geüpdate of wat? Yep, andere de maistextuur is veranderd. Alweer? Ja, wat andere resolutie. Nee, even voor mij. Een beetje mensen wat te lekker hadden. Ben je niet aan? Nee. Ja, ik kan het wel aan, maar het is irritant. Jamie. Mijn videokaart wordt nog meer dan jouw PC. Als je lijkt, kan je PC ook niet aan. Jamie, hoeveel FPS speel je? Die hoef ik hem niet te updaten. Ik kan ook updaten. Hebben jullie een CCM mod geüpdate? Ik niet. Die moeten jullie eens updaten, jongen. Nee. Wat dan? Nou kan je direct in de varkens voeren. Wat moest je eerst doen dan? Ja, eerst moest je het in de sleutel douwen. Oh, lekker logisch ook. Oh, ja. Arno is echt nog iets, jongen. Eens kijken, wat nee, gaan we nee, nu doen? Nee, sorry. Ben, kom maar eens met die groepje naar Maldigen. Oeh, dikke gangbang. Ik ga gangbang plaatsen in de sojo. Wat, ja, het haalt kan wel een maai en gelijk op Arke, maar. Doe me, ik kan dat goed, jongen. We gaan niet zozeer buren. Sven, ik kan het harder dan jou. Dat wel. Ik vind ze schak, je hebt ook bijna 50 pk meer dan mij. Nee, maar ik heb maar. Hey, ik heb. Oh, ik weet niet hoeveel pk deze heeft. Strijk een gras pick-up voor farming of niet? Of ja, voor Klaas, zeg maar. Nee, die is van me nog niet. Die moet even omgezet worden, waarschijnlijk nog. Oh, Sven. Ik heb alweer een land. Komt er mooi met die Klaas-actie straks. Ja, met de kronen pick-up ervoor. Dat ziet niet uit, dat is dan dus. Iets terug, we moeten kijken wat. Your channel timed out. Doeg. Van welke site heb je die eerst gedownload? Hier moeten zijn. Ik weet niet hoe we er gaan komen. Ja, zo. Hey Sven, je moet eens een keer met die groepje naar Maldi gaan, cool. Goed, jongen. Mooi laat, Neil. Sven, ga jij eens een keer rond? Dat had Daan al lang gezegd. Ja, we gaan 2 keer rond, dus kom laten we eens meer in uw chat kijken, heel goed vertoe. Dat had ik al gezien, maar ik had eigenlijk gewoon iets van... Wat minder op je telefoon gaan zitten. Minder naar iemand appen. Ik zit geen eens op mijn telefoon, man. Ik wel. Heeft stiekem, Neil, stiekem zit je onder de tafel met je telefoon. Ja. Ik heb 2 handen. Hé, maar weet je wat lullig is? Je kan ook nooit in je neus peuteren, want dan ziet iedereen dat gelijk. Oh, ik kan gewoon mijn camera even uitzetten. Ja, dan valt dat totaal niet uit. Daarom was de camera gisteren uit. Nee, even mijn neus gisteren. Ik kom wel ongeveer hetzelfde neer. Nee, dat is niet zo smakelijk. Nee, weet je toen nog in Zuidwest-Friesland dat je om tafel even zat te kijken? Dat ik foto maakte, dat ik zei dat je naar je zus zat te kijken? Wat? Ja, mijn zus zit ook altijd onder tafel, ja. Heb ik zelf niks meer van, maar het zal wel. Mooi verhaal, lekker. Ja, zeker. Altijd bij mij. Kan je met elk stuur elke game spelen als je maar een USB-kader bent tussen je stuur en PC? Grotendeels wel, ja, denk ik. Neil geeft fout advies. Wat? Neil exposed. Ja. Exposed, ik ga King Alert bellen. Ga de claim indienen bij 4x4 farming. Ja.
Ik heb een stuur gekocht, maar het werkt niet. Dan betaalt Neil de schadevergoeding. Ja. Elk stuur werkt wel, computer man. Nee jong. Wat nee, belangen niet. USB-kabel. Heb jij ooit al met een stuur GTA kunnen spelen? Ja, dat kan. Ja, maar die game ondersteunt toch geen stuur of wel? Hey, maar nee, jawel. Heb je ooit al eens met een stuur gespeeld uit de trekker? Uit de trekker? Moet je eerst uit de trekker halen en dan doet dit pas. Oh, dat doet niet. Zet toch geen USB-kabel aan? Ja, Jamie. Dan knip je een USB-kabel van de muis af. En ja, dat gaan we studeren. Ja. Even Jamie op die hydrauliekpompjes ervan overal. Ja. Er zijn van die mensen die dat ook echt doen. Gewoon de hele cabine van de trekker af. Oh godverdomme. Zit wel nice zijn. Gewoon zo'n fanstuur bestellen hier gewoon met Logitech zetten. Dat gaat normaal. Dat heb ik wel eens gezien op YouTube. Neil, hele trekkercabine, al die hendels. En daar ging Jamie. Hey, weet je wat ook gewoon leuk is om te doen? Wacht. Er zijn van die mensen die serieus Scania Fabia sturen. Op een race-stuur maken voor de PC. Dan ben je ook niet lekker in je hoofd. Doe ze niet? Waarom niet? Dat is toch chic? Ja, maar weet je hoeveel stuur normaal kost? Weet je hoeveel dat de gewone stuur kost? Ja. Ah, zo'n wit stuur kost meer, zo'n witte draaien. Je weet niet hoeveel dat een 29 kost, jongen. Mensen dat ervoor over hebben. Wat een G29 kost, ik heb er zelf een, meneer. Ja, ik ook. En daarom? Ik heb 3,50 betaald voor shifter en ding. Heb je niks beter? Nee, ik nog niet eens een shifter. Ik heb 100 niks betaald daarvoor ik al zat. Ja, maar weet je, Sven, ik moest even wat van mijn geld halen. Ik had veel te veel. Je bent net gelijk Brandon, jij. Je weet mij ook worden. Ja, maar toen dacht ik daar niet aan, Neil. Neil, de vraag iemand of je mee mag doen. Op woensdag en zaterdag kan je meedoen. Neil, spoel het even, een dag. Je moet zelfs uitroepteken meedoen met gisteren. Of is dat al iets? Nee. Waarom niet? Yo, Jamie. Oh, Neil komt eraan, dat stuk wou ik doen. Te laat. Volgens mij is dan alles gemaaid. Ken ik wel ongeveer, ja. Kom eens lekker, ik zou staan. Nee, er is nog meer. Veld 20. Wat? Hey, wat is er, Sven? Zijn veld 3, 4, 16, 17, 24, 18, 19, 25, 20? Nou, die zijn gemaaid, ja. Daar ben ik geweest. Ja, die kleine kutrandjes die heb ik niet gedaan. Hè. Heb je echt allemaal die gemaakt? Ja. Nou, als er zo'n kleine kut en je draait twee keer. Ga ik echt niet maaien. Hey. Logitech voor de win, ja zeker. Welke velden hebben we nou allemaal gedaan? 13. Alles. Goed, 1. Allemaal. Ik denk dat we nu even wachten. 1, 2, 3, 4. En nu maar even haken. Dan kan ik taart gaan eten, kunnen we 6 gaan axelen. En vanavond axelen dan. Ja, dan kan ik taart eten en daarna hakselen. Ik ga gewoon de hele middag taart eten. Dat ga ik zo meteen ook even doen. Maar eerst. Waarom ga je in godsnaam taart eten? Ja, omdat we dat hier hebben. Nou, dat kan ik ook halen hoor. Dat hoef ik al even op mijn fiets naar de stad doen. Maar ja. Doe je toch? Dat is rustig hier. Nee. Ja, we zijn voor nu af. Dan moet je ook je commentaar. Toen laat ik niet op. Ben. Hij voor GT, ja, die is ook wel chill en die maakt een beetje veel geluid. Neil? Wat? Waar brengen we de maaiers? Aan de paardenstal. Op de biogas? Nee, gewoon boerderij denk ik of zo. Dan hebben we 3 maaiers op een boerderij. Ja, best. Maakt me niet uit. Dat jij nog een schuurtje bij of dan is het is toch mijn juristering zo. Ja, juristische boerderij. Eigenlijk was het ook nog mijn idee om hem vol te gaan zetten voor alle deuren en wacht, Jamie, kom maar naar biogas, doe dan mee. Godverdomme, daar ga ik naar de biogas. Kan maar achteruit de biogas opdraaien. Die kan ik volgens mij wel. Met die van mij ook op de biogas, snel. Ja, zeker. Mededeling. 4x4farming.com voor al uw zeer bijzonder waardigheden momenten. 4x4farming.com. Als u slecht horen bent. Druk op. Nee, ik ben op een biogas. Ik ben een chat getief van Ah, dat zien ze toch niet heel zet ervoor, denk ik. Nee, en ik zit in. Oh, ik wil het ook graag disable in shit mode. Sven, typ het gewoon in de YouTube stream. Oh, daar. Maar er staan allemaal van die kutbanden voor. Pipe reclame. Wat banden. Maar dat is geen reclame. Voor de kuil.
Als dan die kut biedt, ik had dan de G. Neil, zie, dit. Waar liggen die bieten? Zit vast. Hier, voor de biogas. Oh, mooi, wil ik eens even kijken. Oh shit, je zelfs verkeerd neergezet, zie ik niet. Oh, fucked up, mate. Al die bandjes ook. Oh, hoor. Ja, dat... Oh ja, dus, die zal ik ook weer even aanslingeren. Was het gewoon te lastig Jamie. Om mijn shovel te scheppen of wat? Jamie, ik ga hem weer even aanzetten. Dat was mijn bedoeling. Ik bouw eerst de rotzooi al omweg, want ik moet langs. Jamie, je kan ook achterlangs. Kut, verkeerde gaspedaal was ook de bedoeling, maar... Verkeerde gaspedaal? Hoeveel gaspedaal heb je? 3. Daar moeten ze niet staan. Ja, pijn gezet het zelf aan de kant. Ja, is dat zo wel goed genoeg, denk ik. Ah, zo, die troep maar weer eens aan het werk zetten. Oh, laat maar weer zitten hoor. De mob is weer fijn bug hier. Wessel, als je... Weet je nou niet echt zelf? Pomen bij, Neil. Wat zei je, Jamie? Als je nou even die banden aan de kant wil, dan kan ik er langs. Jamie, je kan ook buitenom. Nee, niet. Hey, ja, tieners, kijk eens. Wat? Loop eens een reis mee, Jamie. Je kan ook hier langs. Tering dingen. Jamie. Achter je. Naast je. Oh. Nou, dat is nog wel goed genoeg voor het binnen te zetten. Eerder maar mijn leven. Wat zet je aan het doen, Sven? Ja. Hoi, bakkes. Hij is piemel. Nee, geen piemel. Wessel op de beun, meneer. Mijn fan, jongens, kut. Een effe, eigenlijk. Och, ik ben even aan het denken hoe die ook weer ging. Ben je het maken, Sven? Ik ben even aan het denken hoe het symbool ook weer uitzag. Zo, alsjeblieft, James. Ah, ik ga eens het maken, yep. Wat een tijden. Buen. Ah, ik snap het idee, Sven. Neil. Wat? We hebben een probleem. Wat dan? Denk ik. Kijk eens naar die maaier en naar die schuur. Wat maaier over de schuur? Ja, nogal. Kijk, hè. Hoe gammel. Nee, pas niet. Ja, dat doet er ook nog een hem dicht. Kijk eens uit, dat moet passen. Jamie. Je moet even zo'n 2 deuren openmaken, dan kan ik hem wat uitklappen. 2 deuren openmaken? Ben je toch allebei naar de andere kant toe? Aan het werken, Sven. Fiede, kan ik hem hier wat uitklappen? Moet je het wel doen, hè? Hij is af. Wat voor domme Pas, dat is nog niet door. Heel. De gecensureerd worden. Maak het eigenlijk wel, veld. Moet even iets anders verzinnen dan. Heb ik nu serieus? Oh nee, wat erg. Jij hebt het verkeerd gedaan. Ja, dat gras moet even teruggroeien. Ja, verder harken. Daar ben ik beter van. Passen ze hier ook niet onder, net hoor. Oh, waarschijnlijk wel. Ja, ik heb even best een taart eten, hè. Passen ze daar ook niet onder, Jamie? Als ze daar niet onder passen, dan weet ik het ook niet meer. Die knop nog niet hebben. Hier pas ze makkelijk onder. Kijk, ik je nog even een paar boompjes neer zo voor de. En dan ga ik even taart eten. Moet ik ook met de wagen mee rijden? Aan de kant wel. Stress is alles gemaaid naar dit land dan. Ja, als het dus wel Daan zegt dat hij hier alles heeft gemaaid. Leuk.
Nou, dan drukken we de voorlader ook gelijk af. Beetje landje insluiten zo. Zitten er al flitslampjes op die Klaas dingen? Wat? Haksla niet, maar op de wagen zou je die toch zetten? Die heb ik erop gezet. Die bomen doen, ja. Oh, nou, dan kreeg ze die script. Ah. Wat zou je zeggen? Ze werken niet. Echt wel. Ja, wat? Wat die werken beginners. Niet. Dit is echt gewoon een map sessie voor beginners. Ja, echt, hij gewoon even zo mappen. Kan toch iets. Ik was helemaal geconcentreerd, zeker. Timmy. Daarom is ook het feit dat geen GTA of CSGO gestreamd, want heb je zo 2 uur aan een stuk van dat. Oh ja, nee, om de dingen in te komen, dan moet je even springen. Van puin manier. Ja, springen. Want Wessel heeft alles weer vastgezet. Nee, niet mijn fout. Jawel, want jij zet overal lopende banden neer. Ja, maar omdat die... Goed kunnen. Wil je die dingen nog leeg hebben of niet? Neil kan je meedoen. Ja, Neil doet toch al mee. Op zich is dat een perfect antwoord op die vraag, ja. Maar vandaag ga je niet meedoen, Koen. Ja, ik snap het ook. Vraag, maar ja, een beetje verkeerd gesteld. Ja, Neil, wanneer ga je bindel? Wanneer ik bundelbak gestreamd word, kijk vandaag en doen, maar die zijn weer bezig. Ik zou eigenlijk ook wel best graag doen. Donderdag, Neil, jij volgt je schrijf me helemaal niet meer, hè? Nee, dat ga ik ook eraf pleuren. Ik moet nog zoveel dingen doen wat ik wou doen, en toen krijg je een PC, maar ik ben alles vergeten. Crashte, had tering geholpen. Ja, je hebt alles naar de tering, ja, af en toe. Ja, wat vernieuwing is ook wel mooi, ja. God, wat zijn we vanavond lang bezig met hakselen eigenlijk? Wat die case privé, ja, volgens mij heeft Jamie daar wat na niet pas, maar ik heb geflowd hier wat. Ik heb glans eraf gehaald, ik heb toplampjes opgezet en luchthorens. Oh. Voor de rest is hij niet privé. Hij staat op, nee, niet eens op, nee. Ik heb ook geen linkje meer ervan, ik had een linkje ervan. Tenminste, moet je wel een microfoon hebben, ja. Anders gaat niet werken. Ik weet niet of je kan praten via iets anders, man. Anders Neil Ferry boos worden. Waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan. En dat kan. Puntplekje zie je. Wat een tering eind vanaf de BGA om helemaal naar de shop te rijden. Echt, hè? Oh shit. Mijn trekker is haast op. Ik geef nummer 200 liter. Is heel de map nu gemaaid dan? Ja, als het goed is wel. Kijk. Maar de ware geeft er ook al stukken gemaakt, hè? En de plantengroei stond niet aan. Oh, ik heb gisteren ook gemaakt. Ja, ook weer. Ja, jij hebt gisteren toch gemaakt, of met oud en nieuw? Heb je die stukken gemaakt en geperst? Ja, gewoon geperst, ja. Wat dan? Nee, zie je. Ja, maar de plantengroei is niet aan geweest. Dit zijn 3 landen. Dat is wel beun. Hoe moet ik hier springen dan? Over zo'n heuveltje. Ga ik niet achterdoor, gewoon voor de bult heen, jongen. Ja, over de bult heen, ja. Sven, waar ben je heen? Nee, mijn fan kan niet meer de bult op. Wat zei je, Sven? Ik ben aan het volgende land toe aan het rijden. Oké. Okay. Ik maak wat een stukje wel. Met wat rijden we? De kleinste, Klaas, of de... Gewoon kleinste. Verdomme, dan gaat het me zo snel vol. Al best mee met gras, kom op. Even die maïs vastzitten. Die wagens, als je gras bent haksen, heb je de wagens echt zoveel. Ja, en gaan we met 1 of 2 haks opploegen? Dan zien we wel hoeveel man er is. Ja, dan moet hij wel heel veel man komen. Mm-hmm. Waar zitten die flitslampjes dan? Dat die rol hier ook niet is, normaal toch wel, hè? Oh, daar, ik zie ze. Neil, zijn die flitslampjes zo klein? Of staan, okay. Zitten ze er niet op? Zitten er wel op. Jury, maar Jamie, kijk eens naar de grond.
trekker er al aangereden. Ik heb mijn trekker er nog niet voor staan, dus ik zie nog niks. Ik zou zo even kijken. Moet je eens achter die kaart kijken, dan zie je het wel, denk ik. Als je dat ziet. Ja, kan ik dat gewoon... Moet ik dat met home aandoen, of... Ja, als je je zwaar lamp aanzet, dan gaan ze aan. Aha, nice. Stap eens uit je trekker. Trouwens, kom wel naar je toe. Blijf daar staan. Deel van de keul weg, ja. Ziet er wel nice uit, Neil. Super chic. Dat is Jamie. Heeft Yuri voor mij gedaan. Hij had ze erop gezet, maar ik kreeg ze niet werkend. Jamie, kijk, zie je. Kreeg Yuri echt geen flitslampjes werkend? Jamie. Ja, ik heb het toch gezien. Ik kreeg ze ook niet werkend. Oh. Gewoon fucking twee regels script toevoegen. Ja, en een index goed zetten. Hoe Senna dat deed, dan moest ik allemaal dingen in de mod desk toevoegen. Ja, die jongen bunt ook maar. Sven, welk veld ben jij? Ja, maar bij hem werkt het wel, maar mij weer niet. Moet ik daar helpen? Ja, kom maar. Is goed. Ik kan ook tegenover beginnen, dat is ook nog een groot veld, dus. Kunnen ook. Daar kan je niet joinen, man. Woensdag en zaterdag wel. Zie je? Gewoon naar het dorp toe rijden, dan kom je er vanzelf uit. Is goed. Moet ik nog meer combi's klaar gaan zetten? Ja, beter kom je even harken. Dan zijn we net sneller klaar. Nee. Ja, dat komt niet goed als ik ga harken. Nee. Ja, het kan wel, maar dan moet ik met 10 km per uur gaan harken. Heel wel achter door op. Jij moet ook eens even opgeven binnenkort. Maar die panden moeten voorlopig even aan. Wat daarom? Bult moet leeg. Panden groeien zettig uit, hè? Oh, wacht, ik heb... Zo, het lijkt net of ik dronken rijd. Wat dan? Staat het uit? Omdat mijn beeld zo snel gaat. Oh. Ja, Raymond, jij ook nog gelukkig nieuwjaar, man. 2 januari, kan nog steeds. Tuurlijk! Ik heb heel de avond proberen een snap te sturen of op Snapchat doen, maar het werkt niet goed. Oh, geef het maar op. Zo! Zo, wat is dit? No shot. Surf and space them. Welke site ik mods download? Mottos er vooral. Mof hoster. Ja, en de privé-inventaris van Dirkbouwers, daar gaat hij ook als mod halen. Oh ja, moet je die KW-kan nog hebben dan? Of niet? Wat is? Je die KW-kan nog hebben dan? Ja, die... Ja, eigenlijk wel. Ik kan straks wel even zelf kijken of ik die zwaailamp even kan fixen. Misschien gaat het dan wel lopen. Kosten is maar een beetje buun. Serieus, ik denk nu... Ik weet niet zeker, maar... Net wat we allemaal gehaakt hebben, is waarschijnlijk nu alweer graszaad erop. Nee, want ik heb de plantengroei uitgezet. Oh. Omdat hier wat gras en staat. Smart, hè? Ja. Deze mob is geld gecheat, ja. Ook al kunnen we het altijd wegcheaten, we krijgen toch genoeg geld van die biogasme. En genoeg mest. Hey, het gaat er heel erg hard af. Het ook weer heel erg hard bij. Ja, krijgen we mest van de biogas. Yep. Ja, het zat. Eens kijken hoeveel we hebben. Ben ik ook mooi even wat mest rijden, ja. Oh, dan zal ik die zeikvaten van mij erin. Oh ja, kan wel. Nu 40% in en dat is 321.000 liter. Oh god, verschrik me dood, Neil. Ik zat op mijn telefoon. Ja, moet je maar opletten. Ik vraag me wel of waarom die lichtjes eigenlijk zo oranje zijn. Ja, oh, maar kijk, die heb ik dan niet bij Aha. Obibob. Dat is even index aanpassen. Je bedoelt dat het op de grond reflecteert? Ja, dat was dus zeg maar niet in 15. Ja. Dat is waar ik misschien even over moet nadenken. Hoi, Hulu. Zeg gewoon die shit daaronder die corona's weg ofzo. Dat is die normaal ook mee denken. Oh shit, ik dacht liep vast. Ik ook. Ik heb geen MS17 voor PC, dus kan niet meer. Nee, helaas niet dan, man.
kon zo even goed even samenbrengen, PS4 of zo. PC zou het niet werken. Weet je hoe lastig dat is? GTA zou ik hem proberen, zeker. Zeker, maar wat denk je wat het kost? Ik heb geen flow idee hoe het werkt. Cross-platform. Bestaat wel, maar het is gewoon zo duur en zo lastig dat eigenlijk dan veel bedrijven zeggen van doe maar niet. Nee, eigenlijk is dat gewoon één platform met twee platformen onderval, dus. Waar je dan met elkaar kan spelen. Gewoon valt gaan nee man. Mee beginnen. Een valt van rap. Ja, valtrap. Volgens mij moet er ook even haast een bak in de stal. Er ligt wat mest in. Mag je wel lekker laten liggen, Joost. Ah. Wat moet je zelf liefst scheppen dan? Ja. Oh. Dit is geen NFS 15 meer. Ja, nou waarom maakt dat nou weer uit? User was moved to your channel. Wat je me een keer laat 10 maaien, dat pas opruimen. 10. Bot zijn gedownload. Waar de fuck is land 10? Ben je ook aan het harken dan? Nee. Wat? Ben je ook aan het harken dan? Ja, ik hoef even die harken bij mij daarin pleuren daar. Wie is dat dan? Timmy? Timmy! Dikke. Dikke. Ja jongen, dikke. Nee, zonder microfoon kan je niet meedoen man. Kan je sowieso nu meedoen. Ja, neem maar woensdag en zaterdag. Wat is zaterdag? Yo, watchie. Nou maandag of dinsdag? Ja joh. Is het nou maandag of dinsdag? Hé, hey, wat kan ik doen, kutje? Harken. Yo. Yo. Moet je wel eerst een hark ergens zien te jatten? Ja, daar ben ik nog naar aan het zoeken. Ik ben een deurtje aan het zoeken. Wil ik wel één voor je kopen, hoor. Yo, ik heb een deurtje. Moet ik een hark voor je kopen? Goed dus. Dus App Store verreden, ja. App Store verreden worden ze. Kan hem ook zelf kopen, wat slimme. Heb je daarmee wacht wat? Ja, heb ik, ja. Oh, oké, okay. Ik koop hem naar mezelf. Als ga ik mijn deur schoonmaken. Zit er niet uit. Ik ga ook even schoonmaken, want ik wil met een frisse combi beginnen. Schoonmaak, Turk. Nee, maar nee, dat kan toch mooi als we dan die twee zoebrengers van mij hebben. Jij hebt de 100 ter variant. Dat is sneller niet. Die is vast wel weer oud. Nee, volgens mij kwam zijn oude. Komt er iemand binnen, want. Voilà. Hoi. Ben ik 24 uur stream, doe niet meer deze vakantie. 12 uur stream. Tot. Morgen. Hey, waar moet er allemaal gedijkt worden nog dan? Oh, hier bij huis zitten. Overal. Doe ik wel lekkers. Niet overal, Jamie. Nee, land 10 keer maaien en dan pas opgrijpen. Oh, op die manier, ja hallo. Dat hebben we toch een Sosnovka gedaan daar. Dat is 4 keer of 5 keer gemaaid. Oh nee, dat is niet normaal. Doe je, hoe ik denk, 20 meter en dan zit de kar vol. Ja, daarom. Daar hebben we toch balen van gemaakt. Dat was toen 80 balen op de kutland ofzo. Oh, lek. Ja, ik moet er even de hele map spannen. Hebben we alles gemaaid? Yep. Moet ik waaien. Toen is hij... Komen. Kom in internet, zoiets hadden. Wat ik de leukste map vind? Ik weet niet, deze nog bundelbar of zo, denk ik. Wat heb je, Tim? Lagen. Oh, nergens last van. Ik vind deze map toch wel de leukste. Ja, Bundelbach, ja, hebben we zo'n 15 gespeeld. Wat? Bundelbach. Ja, ik vind Losberg ook wel mooi. Ja, oké, okay, was die andere map uitkomt daar. Wat jij stuurde, of ja, die ik stuurde, Sven. Nou, welke map is dat? Die komt vandaag of morgen uit, maar weet je wat dat is met die map? Wat? Die heeft een ram mooie boerderij en een ram mooie biogas, maar volgens mij is de rest van de map echt gewoon lelijk, omdat die zo snel gebouwd is. Welke map? Dat is nog zo'n Duitser meer van de map, die was ook wel nice gebouwd.
Is dat fan 926 of zo? Ik ga me eigenlijk alleen om de mooiste teksten bij die map. Echt hè? Je rip gewoon de boerderij eruit ofzo. Nee, mais textuur. Oh goed. Volgens mij moet je eens aanpassen in 17 als je echt overal gras eronder in wil. Ik niet meer gewoon textuur aanpassen. Wat haks? Ja eigenlijk nog steeds 20? Wat? Met hoeveel kilometer per uur haksel je? Nog steeds 20 of is dat langzamer geworden? Nee, 20. Oh. Hey, ik doe wel eens bij de boerderij harken, hoor. Yo. Dan doe je dat. Hey, we zitten met de limbo. Wie, jij en ik? Doe je? Hey, hebben jullie die bug ook bij, even kijken wat ik fout is, daar. Wat? Ja, met bij die veld grond bedoel bij 21, daar, bij waar Niel zit. Met die grond bedoel je? Ja. Ja, met die grond. Door heel de hele map in. Ja. Echt een kutbug. Wanneer we gaan hakselen vanavond, man? Ik heb mijn combi al klaarstaan. Sven. Of wel lekker combi hadden dan zou ik dit hoekje even pakken? Kees. Mijn Klaas, wat je. Zou ik hem nog even een keer zo pakken, denk ik? Als je wil, Sven, check je even die analytics dan ofzo. Op het moment dat die website geweest zijn. Ik wil gewoon eens even zo gaan de hele tijd, Wessel. We hebben een mooie lange banen. Ja, dat kan je beter doen. Ik ga intussen even naar de analytics. Niels zegt nooit dat hij op GPS haakt, maar nu haakt hij gewoon op GPS. Ik haak nooit op GPS. Kaart GPS. Ik haak in het echt ook niet op GPS, hoor. Nee, maar in niet alle trekkers zit GPS, hè? Waarom? Als je zo'n hele oude trekker hebt. Jamie, weet je, daar is bij ons in de buurt is dat heel normaal. Sommige boeren laten dan gewoon trekken op het veld staan. En dan GPS-installatie erin. Ja, en dan is hij weg. Ja, nee. Kleine. Andere Aries. Ja, maar als je nu eens even je bak zout, dan even kan concentreren op de gegevens hier. Rustig. Staat erop dan. Ik ben best wel teleurgesteld. Ik dacht, nu gaan alle 40 mensen naar de website toe, maar dat viel dus tegen. Wat dan? We hebben 21 mensen die vandaag even kwamen kijken. Oh, welke website? Zekerviervaring.com. .com? Ja. Ach, jezus. Is er een manier om alle vrienden in te zaaien in één keer? Een heel grote zaaier kopen. Nee, daar moet je Scooby voor hebben. Die is daar gespecialiseerd in. Nou, je pakt gewoon een zaaier, open je even met de Giants Editor. Dan pak je die werkbreedte gewoon miljoen of zo, ga je even tot map in. Ah. God, nou gaan, heel. Scooby deed dat met 50 meter breed zaaiers. Nee, gewoon zo breed als de map, dan ga je even dwars over de map in. Overal mais staan. Ja, maar ook waar je het niet wil hebben. Allemaal enkel landen uit die 17. Oké, we gaan eens even agressief reclame maken. Hoe gaat het die jongen doen? Oh god. Yo, Shaki. Hey, Shaki. Shaki. In de chocoladefabriek. Laat het zijn om 7 uur of zo, man, vanavond. God, dan pas, jongen. Ga je de hele avond of wel? Nil, we zijn van. Wat? Om 6 uur. Zie je dat? Ik was dus 4x4farming.com aan het typen in de chat. Maar je kan geen link sturen in de chat. Wacht, moet ik het doen? Typ eens even groen als je wil. Dan maak je even moderator, kan je het wel doen. Ik is gewoon typen. Ja. Pik of zo. Kunnen jij dat wel, jongen? Easy. Moet je even www daarvoor zetten, kan je nou de link klikken, denk ik. Al. Kan dat echt niet?
Nee, man. Wel, kan wel. Hard, je moet hard, volledige moet je erin typen. Oh, http dubbel punt streep streepje www punt. Oh, nee. Pakt hij wel, ja. Ja, hij pakt hem. Even op die link klikken, is nice. Kijk, website checken. Tim weet dat soort dingen. Jongens, doe even allemaal op die link klikken, weet je wel, dan komen wij in een hogere Google ranking en dan krijg ik misschien van 3 cent, misschien 4. Wauw! Hij doet het voor de 4 cent, man. Maar ik heb het idee dat de reclames het nog niet helemaal doen. Ik kom zo weer. En op een of andere vage manier heb ik op via Firefox heb ik nog steeds de oude versie van de website erin staan. Dat is vaag. Echt fucking vaag. En waarom werk je dan met Firefox? Firefox die laat dat soort dingen niet op. Ja, als je website update, moet je gewoon Firefox op die website nu updaten, man. Ja, maar Firefox laat updates af en toe niet toe. Een keer. Dan heb ik een boring stap gehad, Firefox nou. Even een vraagje aan de kijkers. Is er iemand die... Iemand die op de website reclame ziet? Zal ik daar zo eens even kijken, want want ik heb adblocker. I don't know. Wil je adblocker hebben? Kost alleen maar geld. Normaal niet. Nee hoor, kost helemaal geen geld. Zo niet. Kun je even downloaden. Ja, maar hey, je kan ook, je hebt adblocker voor de normale versie. Je hebt ook betaalde versie. Ja. Dan heb je helemaal geen ads. Nee, maar normaal doe ik gewoon. Oh. Zullen wel sommigen zijn die hier nog om zeil trots haken, maar grotendeels zijn ze wel weg. Maar ik heb toch al 1,34 euro. Moet je niet in de stream zeggen, jongen. Was dat op RMP of CRMP op de pub? Nee, RPM is 1,79. CPC is 0,03. Je moet echt bij dingen kijken, hè. Schat de opbrengst. Dat is het enige wat klopt. De rest klopt allemaal niks van. Waar moet ik kijken? Schat de opbrengst. Ik had de opbrengst 0,00. Wel, dat kan 2 dagen duren voor het er staat. Maar dat heb ik ook al ooit gehad, man. Dat er gewoon bij CT Hubble de pub 1000 euro staat of zo. Daar krijg je echt niks van. Dat is echt maar als je op dat moment zo een hele maand gedurende doorgaat of zo, dan krijg je dat bedrag, weet ik. Zwijn, het veld is al klaar hoor. Oh, hier staat een boom. Nee, dus... Dat subject is onderwerp, zeg maar. Oh, je hebt enkel die Engelse versie. Ja, die Nederlandse versie komt waarschijnlijk binnenkort ook een keer. Van? Ja, van wat? Van wat bedoel jij? Nederlandse versie? Website. Oh. Alleen de Engelse versie nu maar. Ja. Ja. Wie heeft die site eigenlijk gemaakt? Ik. Sven is de man van de ICTC, waarschijnlijk. De man van het kopiëren en plakken van Google. Hey. Dat snap ik bij Jim Moeders ook nog, want die snap ik krijg echt van. Wat snap je? Ja, zo'n HTML script zeg maar ergens in te bouwen op een bepaalde plaats snap ik wel, maar niet tot de juiste plaats te krijgen. Lastig. Weet je wat het kutten is? Ik ben nu wel aan het kutten met dat Google, maar je kan het ook op geen enkele mogelijke manier testen dan het eerste uploaden en weet je wel. Maar moet je eigenlijk aan Google laten weten dat jij die site hebt? Ja. Zo. Ja. Jij moet volgens mij je eigen opgeven. Als je zeg maar met Weebly werkt, dan hoeft dat niet, als het goed is. Met? Ik wil het niet weten. Met Weebly. Of, daar kun je je eigen site maken, zeg kun je maar. Een account maken? Dat kan dan niet op, man. Oh, kijk. Nu snap ik het. Alleen op optimale tijdstippen worden de advertenties weergegeven.
Als het druk is, dan, wordt het altijd zo'n geweer. Wat zijn optimale tijdstippen? Dat weet ik niet. Als er meerdere mensen op jouw site zitten. Ja, want die bel schenkt toch nooit. Elke dag. En daarom. Elders zitten er een stuk of 10 op. Dan wordt het weergegeven, en anders niet. Lol. Snapte? Dat snap ik, ja, maar... Ja, het zal. Ja, Google. Ja, dat is echt. Wat ho? This page cannot display Anchor ads for the viewport is not between the devices, not in the current browser is not supported. Ja, daar kan ik niks aan doen, pik. Ja, oh, dus... Oh, je moet gewoon even je browser even updaten. Dit wordt hem al niet. Wat was dat? Niet? Dat is wel eens even zuur. Wat dan? Deze zet ik aan, want hij dan iedereen die geen advertenties wil. Ja, of Welke stukken moeten nog geraakt worden? Ik ben nu bij veld 3. Je ziet toch veld 3 staan? Ja. Daarnaast zit ook nog een stuk land. Die moet ook nog gedaan worden. Ja, langs jou. Ja. Ik ben er bij BGA overal bezig. Zo gaat het hartstikke snel. Wat is die SGP? Met twee dingen. Gewoon even uit op tegen TS met chat doen. Is er hier bezig? Een zwannetje. Nee, die is vast daar bezig met mij. Had jou? Net ja. Waren we samen bezig. Ah, kijk, daar die kabels is ook terug. Hoeveel keer is tegen Maid? 1 keer. Hè? Huh? 1 keer. Oh. Ben je helemaal gek? Ik niet. Nu kan ik natuurlijk wel eens even ruik gaan doen, hè. Ik ga gewoon eens even eerst even naar Coolblue, want die zijn heel agressief met reclames. Echt, ja, oh fuck. Dus ik ga nu naar Coolblue. Verzorging en gezondheid. Lady shaves. Wow. De satin shave. Waarom shave dat specifiek? Gewoon het eerste wat ik zie. Als er typisch veel reclames bij Coolblue. Ja, je moet maar één keer gewoon even, weet ik veel, USB-stick opzoeken op Coolblue. En jullie Skype en alles is vol met Coolblue reclame. Okay, dit is wel speciaal. Ik ben van de lady shaves overgesprongen naar de condooms. En ik zit nu bij de glijmiddel. Denk jij wel graag aan of niet? Hey Sven, wil je serieus een reclame van glijmiddel op vfarming.com? Nee, kun je beter over condooms doen, dan heb je een goed voorbeeld. Staat er nog een fout in de website, Siemens? Zou zomaar kunnen nog. Ja, wat is fout? Even doorgeven. Wacht, maar kan als hij is gewoon type fout, maar kan hier snel zelf aanpassen. Ja, maar ben ik toch bezig aan een nieuwe versie, dus. Oh ja, bij over ons dat blijven ergens. Zeg maar. A-Passion, maar dan A-N in plaats van gewoon A. Heb je dit via Google Vertaler gedaan of? Normaal niet, wat dan? Ja. Haha. Ik wil niet lelijk doen, maar AN is wel gewoon goed. Kun je wel. Nee, dat komt goed, dat komt goed. Ik moet daar toch nog pap ophalen. Waarom Passion is op mijn P beginnen? Het is meervoud en het is Passion, dus is het niet A, maar AN. Nou, het zal wel mij liggen, ik kan geen Engels spoeien.
User joined your channel. Geen zin om Engels te leren. Komt er waarschijnlijk ook niet ver. Neil? Zeer jammer dan. Neil? Ja? Waarom zit er een TeamSpeak user? Wat? TeamSpeak user en hij zegt niks. Ik heb een nende gegeven. I don't know. User left your channel. Oh, dat is wel mooi. Google blokkeert de kansspelen en wedden omdat die 18 plus zijn. User maar verwijzingen naar seks en seksualiteit is wel gewoon toegestaan op de website, dus. Dat bedoel ik niet meer. Gewoon weer reclame van Red Tube erop. Pornhub, hoppa. Ik weet niet waar je de hele dag aan denkt, Neil, maar daar denk ik het meest denk ik niet aan. User was moved nee, dat weet je als je het weet, toch gelijk als je de website koopt wat je het meest opzoekt. User was moved out of your channel. Als je die reclame krijgt, dan weet je dat er iets fout zit. Nou, we moeten nog meer stukken. Vast wel. Yo, you, Max. Ah, come on. Ik ben heel even wacht. Nee, onthoud dat. Ben, hey, jij die stuttel, wat dan? Twee weken buiten. Dat is die TeamSpeak user. Tot zo. Yo. Amy, ben je bang of zo? Nee, maar. Kijk, okay, even kijken. Jongen, is er nooit geweest. User was moved to your channel. Hallo? Hallo? Ga hem doodpoken, Jamie. Poken met de tijd. User left your channel. Gaat hij weg? Oké. Okay. Is hij geband? Had je toch gehoord of niet? Weet ik veel. User left your channel. User left your channel. Oh, hier is een groot stuk om te arken. User joined your channel. Doet niks. Oh, volgens mij was dat Jarno die even TeamSpeak joinde. Oké, Jarno. Jarno, denk ik. Hij stuurt nu wat moet je XD. User left your channel. User was moved to your channel. Hey, user pick. Was moved to your channel. Hello. Meneer TeamSpeak user. Gaat die jongen nog wat typen of zeggen of niet? Got it. User left your channel. Jongen, hier komen fucken nu of wat? Gewoon poken. Maar mag ik ook meedoen poken? Nou, poken maar. Nu moeten we poken. Oh, hij is weg. Laat me. Hoe zou dat toch komen dan? Ah. Oh. Poke waarom staat er in Veilet Client ID? Geen idee, ik heb er geen zin in. Hey, is wel een mooie mystexer. Hey, welke stukken moeten we nog? Kassel? Naar 6 toe komen. Kaas. Ja. Dan zal ik het verloren als je TeamSpeak komt. Yo Erik, welkom terug man. Aan je oudere kant is ook nog pas. Ja, zeker met mijn roodregen aan doen. Wie? Hè? Huh? Wat hè? Bij mijn 2 of een 4 roodregen. Oké. Wat dan? Nou, als je nu gras zeg maar inzaait op zo'n veld en je doet even messen, krijg je dan meer gras dan gewoon dit gras? Dan wel ja, als je dat inzaait. Ja, volgens mij wel. Maar volgens mij die maps nu allemaal verkeerd gemaakt. Volkers Valley ging het wel, zeg maar.
dat een heel andere gebeurtenis is dan 15 trouwens. Is omgezet of wel? Zou idee. Aan de maap zeg maar zwarte grond onder je gras en hier heb je over groen. Maar weet je, dan moet je alles vuil maken, zeg maar. Als je hem gewoon zo maakt, ben je veel sneller klaar. Dan pluk ik mee. Even zorgen daarvan. Gemmen hebben we zelf veel. Ja, Goldcrest Valley is maar wat vierkantige landjes, dus dat is niet zo heel moeilijk te fixen. Vanavond ben ik ook live, ja. Waarom staat hier twee stukjes mais? Dat het kan. Ik doe veld 8 vlekkers. Jo. 100 tyfus, hoe? Hey, wie heeft hier gemaaid? Ik weet niet wat dan. 11 is maar gemaaid. Poker erbij. Jawohl. Nou lijk ik net een boer bij ons in het dorp. Met deze hark en deze tractor. Maak die duurder, zeg je toch of niet? Tim. Ja? Heb die duurder ook of niet? Ja. Ja. Dat hoort ik dus niet. Oh. Kut. Dat is allemaal easy, ja. Is dat? Wel best raar eigenlijk die website zo fucking raar doet daarmee. Je zei het nu helemaal raar, hè? Piet zegt hier, hè? Wat? Nee. Waar is die boel eigenlijk? Zal een winkel zijn waarschijnlijk. Ik kan nog eens kijken dat ik een andere partner zoek in plaats van Google. Dat ik bij een van de privémaatschappijen ga. Wup. Alternatives to Google AdSense. Kan ik doen? Kan eigenlijk niet mooier, joh. Wie? Wat kan ik doen? Welk land ben je zelfs het doen? Ah. Dat heb ik niet gemaakt. Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Welk? Alt 8. Alt 8, dat is Jamie geweest. Jamie. Dat is die. Wat kan ik eigenlijk mee? Hey. Nog harken denk ik. Je kan echt niet maaien, of heeft die verschillende. Ja, koop mijn hark. Nee, daar had ik lijk op dat kutstuk. Ja, had hij even gezegd dat ik mee kan maaien. Tering, hey. Overal, ja, die ben, ik denk, maaibreedte van de maaier hadden hier een stuk overgelaten. Ja, eigenlijk wel, maar ik heb die vaksla wel groter gemaakt. Wat had hij gemaakt? Iets, maakt niet uit. Hey, ik zie goede muziek. Nee, mijn kijkers live gaan woensdag. Wacht. Je moet dat gewoon groot in je beeld zetten, dat is allemaal C. Ja, hallo. Je hebt mijn beeld vol plappen, zeker. Ja, zo let type 72. Het al 4 uur. Fuck. Al 4 uur. Dikke tering. Yep. Tering. Wat dag zijn we vandaag dan? Maandag. Shit, overwege is op school gek. Kut. Ik denk dat het nog een week is. Ah.
Je hebt tenminste geen fucking boek huppelde pub shit meer van Nederland. Ja, dat weet je niet. Ja, moet je echt niks doen. Kut, ik moet die brief nog van die boeken terug. Oh, kut. Ah, ga ik wel die boeken ook nog terugbrengen? Oh, een deel. Oh. Zeg, heb je bij Nederlands al meer ingevuld voor de komende 2 maanden of zo? Kijk aan. Wat is die oil seed radish eigenlijk? Wat? Ja, ik heb zo, als je op escape doet, wat er allemaal in de map staat, hè? Ja. Onder aardappelen staat bij mij oil seed radish. Oil seed radish? Dat is ding in groenbemester. Nee, dat is een bladrammenras. Ja. Dat is gewoon groenbemester, dat is in, wat is het? Pak het gezellig saai. Wat is het dan? Dat is als je het land hebt ge... wat is het? De oogst, dan heb je dat over. Als het goed is, hè? Oh. Volgens mij kun je het niet zo, ja, dat weet ik niet. Wie de fucker tongen zegt, dan moet hier toch bij mais dan staan, of niet? Nee, maar kijk, als je oogst hebt, is het gewoon alles gewoon land, zeg maar. Dan weet ik niet wat het is, maar wat ja, groenbemester toch gewoon staat. Ja, zie je, groenbemester. Ik hou je met groenbemester noemen ze in het Engeland green seeds. Denk je, er is maar één woord voor alles. Denk je, er zijn geen synoniemen. Welke zei ik je dan, Dylan? Oh, het is Sven en Jury, nee, die zijn gewoon een beetje aan het... Aan het kut, hè? Wat was? Nee, dat die ruzie tussen jou en Jury gedaan was. Welke ruzie dan? Of tussen jou en... Jarno. Jarno. Oh ja, tussen Jarno dus. Oh, was ook geen ruzie, was gewoon een beetje kut. Jarno en Nicky zijn mijn matties, daar ga ik toch geen ruzie mee maken. Ik weet me nooit, hè. Ik kan altijd, hè. En dan? Wat? En nu weer GPS is uit, hè, als je dat toch niet gebruikt. Oh, nou, nah, vind ik wel mooi in de lijntje. Oh, dat word ik gek van, jongen. Dat iemand met een wagen naar mij brengt. Ik zal je dadelijk wel een wagentje brengen als je weet waar. 63. Yo. Wat wil je gaan doen dan? Combine. Hier 53 ook maar eens. Mooi groot stuk. Alles gras gaar ik nu. Nee, nou, ik ben nee, weer een nou, laatste stuk, denk ik, bezig. PGA nog, denk ik. Waar ga ik dan nu naartoe? Huh, ik ben 16 nu aan het doen. Kan ik in de... Als ik daar ben je 16 aan het doen, jongen? Wie zijn jullie aan binnen doen dan? Wie zijn jullie dan aan binnen doen? Ah, dan nog een stream met een kwartiertje, half uurtje of zo. Dat wil ongeveer al het gras gefixt zijn. Wat heb je, 63? Hup. Kom ik daar? Oh, gewoon daar. Oké. Okay. Ik ben nu eenmaal oud. Ik zei, waar ben de G63? Ik ben nu eenmaal oud. Laat mij. Ik heb moeilijk genoeg, joh. Oh ja. Ja. Kan het je nog wel moeilijker maken, hoor. Als je kan je me uit, ding. Die kop, die klopt ook niet echt helemaal van die... glazen. Kop? Ja, die Duur. Kop. Wat? Die kop van die torser. Ik rijd erover, maar toch pakt hij het niet. Oh, het zou kunnen, dat weet ik niet. Je hebt toch vrij weinig, hè? Dat is mij niet opgevallen vorige keer, maar ik er geen last van had. What the fuck, Daan? Die stuurt die wagen wel goed als die leeg is.
Misschien gratis ervoor. Ja? Vaak. En dan wordt hij toch gewoon te zwaar. Het zal ook allemaal wel. Yo, Jarno. Ben jij nu bij BGA? Oké. Kan ik even een rondje door de map rijden? Wauw. Wat wauw. Uit. Ik heb MF, ja. Hij is fiets. Hoe die ga je dan hebben, jongen? Hè? Huh? Hoe die ga je dan hebben? Ja, ik zal er maar niet over beginnen, want ik ben heel erg te zeuren. Nou. John Deere, zeker. Zeur. Jamie en ik hebben tenminste verstand. Zeur. Niet, Jamie. Nee, daar heb je ook wat anders voor. Hé, hey, maar Nieuw-Holland is ook niet verkeerd. Het is niet verkeerd, maar ik rij er even niet op. Ik ook. Maar ik moet er toch op rijden. Ja, ik heb nogal weinig te kiezen in uw leven. Kees, ik kan kiezen John Deere of Nieuw-Holland rijden. Op mijn werk, want John Deere die heeft maar 110 pk. Moet hierachter ook nog gehakt, hè? Oh, ik kan hem. Oh. Moet dat stuk wat daar aan het combine is geperst worden of kan het niet geperst worden? Dat kan niet. Oh. Scott. Het lam is helemaal gehakt hier. Is wel leuk. Lekkere koolzaad. Tuurlijk, koolzaad. Hele boel zaad. Waarom moet ik eigenlijk combine als ik raak mag? 54. Wat? Nee, je hebt zeg maar, wat is het? Rechter control of rechter shift, dus tegenwoordig IC control in de cabine. Helemaal niet. Dus wat? Nog steeds spatie bij deze hoor. Oh lol. Want geen kut ding. Voor die hebben ze maar drive control of spatie, zitten meestal IC control op. Of rechter shift gezet ofzo. Wel mooi over nagedacht. Ja, we kunnen ook, Wat? Er kunnen ook flikkers worden als we zeg maar, als iemand klikt op een knopje van onze website, dat er zo'n pop-up, zo'n pop-up komt. Pop-up. Weet je wel, dat er zo'n nieuw venster opent met allemaal reclame. Ja, maar als je adblock dan aan hebt, Sven, en doet het ook niks. Oh jawel. Als je zelf niet wil, moet je ook niet doen bij anderen. Dat er ineens maar dan komt er als niemand meer op je site als je dat doet. Waarom? Ik zie dat er nu iemand gaat komen. Niemand wil dat, als je wil dat er niemand komt, moet je duigen doen, joh. Op het moment dat ik tegenwoordig ook al die uploaded.net download link krijg, klik het ook gewoon weg. Ik ben zo klaar met die site. Ja, je moet gewoon een account. Je moet gewoon een account hebben, dat ja, gaat. Ja, maar dat... ook zonder als je adblock hebt aanstaan, kan je ook niet downloaden. Op wat? Nee, ja, ik heb geen adblock en ik kan gewoon downloaden. Welke site? Nee, dan kan het wel, dan moet je weer helemaal uitzetten. Aduploaded.de of wat is dat? Punt toch? Ah, dat ding wilde er uren duren of ja, dat ja. Ja, die site. Je moet één bestand, als je nou 1 gigabyte daarop downloadt, dan ben je 3 dagen verder. Ja, met 60 gig ook. Bijna 70. Ja, en dat 50 kb per seconde. Droop. Nee, dat was om een duur 10, hè. Hm? Dat was om een duur 10 kilobyte per seconde, hè. Tering. Jezus, daar ben ik nog langer bezig. Jullie moet niet zo heel erg geleerd beter dan als mij. Dat denk ik niet. En het is dan. Dat denk ik wel. Jamie, wat loop jij nou weer allemaal te doen? Blijf voor de zaal liggen. Je weet je hoe vaak dat je mensen kunt verbeteren met dat? Ik weet wat ik dan moet gebruiken, maar meestal nog gewoon dan valt mij gewoon niet op. Dan alles vind ik niet verkeerd klinken, maar ja, klopt er op een of andere manier niet. Nee, dat lijkt me. Dat is gewoon autisme.
Nee, al in de kraan staat nog godverdomme na. Dat is jammer. Ik ga wel in die richting harken. Oh, dan ga ik eens mijn blokje games opnemen. Ah, die jongen, hij is lastig valt, Teamspeak. Ik ga misschien zo wel even ingaan. Zullen we met z'n allen ingaan? Heel de squad met Dario. Bij wie? We gaan met z'n allen naar blokje games. Wat is dat voor kloten? Zullen we het doen? Wat is dat dan? Nee, ik ga even op mijn gemak jullie naar daar, ja. Iemand die ook op YouTube zit. Ga je dan nu daarheen, Neil? Nee, naar mijn stream. Ja, Neil, is ook niet waarschijnlijk. Zal je meenemen, schatje? Hey. Ho ho! Exposed! Ja, exposed! Dat staat op een stream. Jamie gaat het terugkijken en opnemen. Na een EB geven voor in zijn sound. Sst! Nederlands fan exposed. Ja, Monies. Hey, wat moet ik kennen? Ik ga een exposed video maken. Ik beet. Wow. Neil, wat moet ik kennen? Weet niet, zoeken. Neil, gewoon titel. Nieuwe Del. Vriendin is zwanger. Kijk eens, we klikken ze allemaal. Wanneer is die babyborrel, Neil? Wat zijn we vandaag? 2 januari, 9 maanden verder is het. 2 september of zo. Ik pak maar 2. Doe maar 2 januari volgend jaar. Doe 1 september is iedereen gedeprimeerd dat terug naar school moet. Als ze dan thuiskomen, zien ze de video en dan. Babyball, gratis bier! Hi, bier! Nou, waar moet ik heen of. Vertel het dus waar ik heen moet. Your health, Pepijn. Hey, is het 22.00 al gehaakt en al? Ik weet niet, 20, 18, 19 moeten volgens mij allemaal nog. 25, 18, 19 en 17 die kunnen niet gedaan worden. Daar hebben we gisteren balen van gemaakt, Neil. Oké. Ah, want sommige die kunnen niet meer maken. 18, 19 en 17. Dat waren balen. 20, 25, nee. Misschien nog. Ja. Kan ik alleen een beetje harken? Ja, ik heb zo'n ding, ik kan harken. Huh? Nou, dus dan kan ik harkie. Ik heb hem niet, maar ik kan het zien aan sommige. Wie heeft dit land zelfs gemaaid eigenlijk? Ik dacht je na of je niet kan harken sommige. Hé, wie heeft dit land eigenlijk gemaaid, als ik vragen mag? Jamie waarschijnlijk, 28, 24. 28. Ik zal dikker naar 24, waar is dat? Dat heb ik gemaaid. Daarom zelfs in de korte richting van het land. Dek veel. Alles met 20 gewoon. Jongen, Neil, ik neem alles in de lange kant, zo lang mogelijk. Daarom wel, dan slepen we niet door. Ja, bro, ik al die zetten te doen. Pak dan even uit. Nee, je wil automatisch draaien. Ik stuur, ik heb Logitech G25. Ik ook. Crack. Hebben we nu gewoon stront rijden? Ja, we hebben maar 10 koeien. Met BGA is vol. Ah, de BGA. Als je wil, zet ik mijn koeien. Zet ik mijn trailertjes erin tot we mes kunnen aanvoeren naar de Terra variant. Goed. Kan wel, maar denk ik wel. Ga je straks wel even doen. Ik ben daar stuk voor 20. Ik ben je 20 gemaakt, dus hé. Ik weet niet, dan heb ik ook al gemaaid eigenlijk. Nee, is niet gemaaid. Maar heb ik dat niet gemaaid? Nee, dat is een tering groot stuk, daar heb ik niet gemaaid, nee. Had ik geen zin meer. Oh, je vlekker. En daar zegt ja, ik heb alles gemaaid. No. Ja, maar ik dacht. Oei, 20 is ook maar ja, niet zo tering groot, dat is grof. Al die tering klein stukjes hebben we niet gedaan. Dan. Ja, dat 2 keer draaien en dan heb je helemaal gemaaid. Ja, oh, dan kunnen we ook net zo goed alles opnieuw gaan maaien. Ja, vooral, hadden alles terug groeien, maait je alles weer. En ik krijg ook dubbel zoveel eraf. Hey, wanneer gaan we aardappels rooien? Ja, wil ik ook wel zien. Wanneer gaat jij aardappels rooien?
Maar dan gaan wij dat doen. En jullie aardappels. Moet je ook keer een livestream doen, jongen. Zullen we al die transportbanden in de schuur douwen? Zo. Hey, gewoon allemaal pallets, joh. Dat kan ook. 20.000 van die pallets in je schuur. Moet je eerst mod voor hebben, denk ik? Nee, joh, ja. Daar hoef je geen mod voor te hebben. Kom je nou bij de banden, bij de bandensysteem heb je die RH2460, die maakt pallets. Wat? En dan kun je van een transportband aanhangen of een handje er niks. Nee, je hoeft je alleen in te keepen en dan maakt hij zelf pallets van. Echt? Ja, maar dan kun je een transportband aan. Nice. Ja, dat kan ook voor mij. Ga je Logitech G27 kopen, ook nice stuurtje, ja. Ongeveer hetzelfde. Wil je meer knopjes? Yep. Maar het is een 29, die lijkt op geen enkel van die. Nee, echt niet. Alleen nee, ijzer. Alle karren die staan zeker bij BGA. Nee, we hebben nog geen meer. Welke? Waar geen meer? Ja, dus er zijn wel die rampjes op die karregels gezet, daarom dat die allemaal weg zijn. Ja, nee, ik ga genoeg iets anders doen dan Arki. Deze stream niet meer. Kom maar om, dan gaan we messen samen. Ik denk dat het laatste gewoon, land is. Of gewoon een catsplaats, misschien mooier. Ja, dan met eerst die veenhuis erin, denk ik. Veenhuis. En je hebt nog die, die grote veenhuis, maar dan. Dat zegt je net. Twee assen. Nee, die drie asser, die nieuwe. Ik weet niet wel gemerkt thuis. Ik heb ook een twee asser. Je hebt nu ook die veenhuis, zeg je? Met die wat zeg je nu net? Ik ga wel met die achtkuip rijden, ja? Wat zeg je? Eerst zeg je over een catspot dan veenhuis? Nee, eerst zeg je van die grote drie asser veenhuis, dan ik weet niet welk merk dat het is. Nee, daar is een andere, die hebben ze omgetextured. Joskin. Kaweko. Wacht even. Ik begrijp er niks meer van. Eerst gaat het in over een 2-asser, of 3-asser, ja, daarna 8-asser, of wat zei je? Jongen, allemaal gezegd heeft, maar. Nederlands is moeilijk vandaag. Yep. Hij begon met een 3-asser. Toen zei hij, er is een 2-asser van gemaakt. Toen had hij het over iets met 8-kuub. Toen zei hij van, er is een skin van. Toen zei ik Kaweko, toen zei hij 8-kuub. En toen zei hij weer veenhuis, dus ik weet het ook niet meer. Volgens mij zou op rennen een beetje roerig zijn. Maand lijkt stems, what the fuck momentje. Nou. Oh. Die land hier en dan 17. Waarom heb ik eigenlijk zo'n grotere hand uitgekozen om te combinen? Ik niet. Heb je al een kar? Yep. Je hebt wel een heel mooi stuur, Neil. Wat? In uw vent. Oh ja, dat is echt. Die is weer te goed, nu. Jongens, hoe kom ik eigenlijk. Hoe kom ik bij de schuur, zeg maar? Oh, dat is een gare kiezen. Welke schuur? Die transportband staat. Langs de pion. Ah, moet je even wat omrijden. Moet je even buiten ombuinen. Wat moet ik? Om de kuil heen. Ja, of eroverheen. Oh, hoor. Springen. Lekker handig weer, jongens. Ja, sorry, mijn idee. Was het lastig om gewoon een showstel in en weer te laten rijden? Cosplay nee, of zo? Dat cosplay is niet multiplayer ready. Misschien tegenwoordig wel, maar. Heb jij verstand van cosplay dan? Heb ik ooit wel eens. Ik heb het ooit fertig gekregen in die ene map, FS13. Dat hij zeg maar volledig autonoom was aan het hakselen. Ik moest er gewoon niks meer doen. Ik zat gewoon te kijken hoe die aan het hakselen waren. Er was ook een showstel die reed over de kuil heen en weer. Oh. Ik snap echt niks van. Eer dat je dat ding helemaal fatsoenlijk gezet hebt, dat je dat zelf al aangehakseld. Oh, dat ging best soepel, was alleen even moeilijk om die bulldozer in en weer te laten rijden. Als je die goed in krept, slaat hij ze op toch? Dan kan je voor een keer gewoon weer aanzetten. Ja. Meestal alles gehark dan, ja. Ja. Mooi. Dit doen we dus op een dag. Gras maaien. Nou, moet ik iets kopen of wat moet ik doen?
Oh, zullen we even kijken wat we een mes willen hebben? Te veel. Oh, mest hebben we genoeg. Om mest hebben we helemaal niks. Geen 1 ton. Helemaal wel. Want de bio-wheels. Yo, gasten hebben we veel te veel. Nee, maar geen ton. Verder van wel. Zit er een catsplaat achter op de zoenhammer voor de hol? Helemaal wel. Of kan die alleen maar de injecteur? Nee, allebei. Oh, doe dan even hommen kopen, dan ga ik even catsplaten. Ja, aanvoeren als je wil. Hommer? Ik wil aanvoeren, ja. Alleen iemand anders mag combine. Zet hem maar even af dan. Ja, als je eigenlijk zo'n begin moet je het ook afmaken. Ja, ik moest. Godverdomme. Moest niks, je hebt zelf gevraagd van mag ik combine? Nee, ik heb gevraagd mag ik iets doen. Ja, zei gaan we combine ofzo. Dat had ik nee kunnen zeggen. Hé, hey, wie gaat er met de hommer dan? Ik. Wel in hondengang, hè? Maar wat moet ik eens zoeken? Ja, niks van niks, rommelmonteur. Ja, dat denk ik moet even maken. Hey, anders ga ik ook wel aanvoeren, maar maakt niks uit. Die rommel, daar vliegen de cubes toch zo door, dus aanvoeren, dat is zeker. Dan mag jij combine, Tim, als je toch zoiets. Nee, ik zeg aanvoeren. Heb jij die rommel al gekocht of niet? Nee, ik zal die even kopen. En bijna bij de shop. Oh, Tim heeft wel een admin wachtwoord. Ja, ja, ik had hem ook, maar ik ben hem vergeten. Dat ik niet, godverdomme. Was iets met Neil, was iets met Yuri, maar voor de rest weet ik niet meer. Ja, het roepen wel. Ja, ik stuur hem even. Dan heb je ook nog steeds, ja. Waarom bug die lampjes niet in single player? Dat vraag ik mij wel af. Was me gewoon niet opgevallen. Alsjeblieft. Ja. Nou, we gaan doen Mai of graswakselen. Deze kan wel even terug naar boerderij nu. Lekker. Koop een hommer. Ja, is goed. Hier dat mooie woordje poor neem. Hoppa. Even kijken of met die Maasberg ook toevallig graad kan axelen. Met die? Maasberg. Dat heb ik eigenlijk niet. Wat zat die Klaas Axelaar een mot op? Volgens mij niet, maar wel een mottoster. Even kijken hoe het uitziet. Of ik die, als ik dat, die tank erachter hang. Maar kan ook zijn dat ik hem hier laat staan. Even kijken. Kijk eens in de cabine dan. Kijk in de cabine kijken. Dan moet je een mot hebben, hè? Voorop zo. Anders doet hij het niet. Oh wie? Hoe doen we? Kan ik gewoon strekker van porneem erop zetten? Beetje googelen. Nummerbord porneem. Ja, die gaat erin. Je ziet het uit met dat vat erachteraan? Ja, ik ben eerlijk gezegd niet. Ik weet niet, ik twijfel. Op zich kan het best wel qua realisme, maar het ziet gewoon niet echt wat, uit, vind ik. Ik wil kijken, ik ga er wel uit. Zo'n nummer achter die ondergangen. Ja. Ik weet niet of ik het doe, want het ziet op zich niet uit, maar het is wel Sven, realistisch. Sven, ben je er uit? Ja, ik ben er uit. Op zich qua realisme kan het. Ja, maar dan moet je die andere ja, gaat jij er ook eens uit? Welke andere Holmer? Nou, die andere Holmer die heeft een speciale dat de slang hier aan. En als je dat ding gewoon als groot kind dat onderstel, dat ook wel heel anders gaat zijn. Ja, qua realisme kan het, dus we doen het gewoon. Hup. Welke plak ga je naartoe? Sorry, ik zie hier stoppen, of zullen we hier beginnen? Yo. Ja, ik ben hier. Ah, luister. Zal ik dan even één vrachtje mee rijden naar de biocas, dan vak ik hier gewoon op je. Hey, je moet helemaal naar de andere kant, hè. Oh, je gaat niet injecteren. Nee, ik ga kerstplaten. Ik zou injecteren. Ik zou wel injecteren, ziet hem, dan heb je meteen landbewerkt, wat. Dan moet je niet met die holmer zo gaan doen, en dan de zoonhammer nog eraan. Ja, die injecteur kan in principe ook wel op de zoonhammer achteraan. Ja, alleen op de zoonhammer, niet op de ton. Je gaat voeren dan? Nee, alles aan het opruimen. Oh,
even netjes maken hier. Doe dan die andere holme erin, want dan heb je ook nog een brede bemester. Zo'n cultivator kan je dan gebruiken. Oh, nu gewoon dat... die grote standaard en volgens mij erachter hangen. Ja, maar dan bemest je het niet. Niet? Deze keulen wordt nog een keer aangereden, persen door. Ja, dikke pik. Check deze perscombi dan. Kan ik enige doen dan, Jamie? Helemaal niks. Wat moet ik doen? Wat heb je daaraan aangepast dan? Dans trouwens, wat zeg je? Kom maar combine, Jamie. Heb je toplampjes aan? Ja, mooi. Waar sta jij? Ik stond letterlijk voor je. Helemaal niet. Ja, oh, Jamie, dan noemen ze ook. Bugs in Farmers Metal 2017. En 15 Jamie, en 13. Ik zag Neil ook gewoon hoor. Ja, ik kan weer niet meer achteruit rijden met die wagen. Ja, Neil. Hey, zie mij wel dan. Waarom kan het ook? Oh, okay. Ik sta nu voor je trekker, Jamie. Helemaal niet, je bent nu in de stal bij mij. Oh. Bug. Neil gaat even rollen. Hey. Neil, ga maar die rol even. Dan zal ik het even afrollen. Hey, moet ik met een oplager gaan rijden of moet ik meer gaan rijden? Transporttank, denk ik. Ja, ik kan met een transporttank gaan, ook met een masketeer met de carrier. I don't know. Zoek het uit. Ik ben er even vandoor. Net blocky games? Nee, eerst even naar onder wat. Denk ik. Ik kan wel even kijken eerst misschien. Wat? Oh, naar AFK bedoel je? Ja. Oh. Dus Dolly. Daar was gewoon graszakster dan, of niet? Joh. Waar gaan we het opslaan eigenlijk? Ja, hier in deze kuil dat nu de bulldozer staat. Voor de boerderij staat. Ja, en die baal, de boerderij, gras. En laat die andere troep nog even staan. Ja, gewoon in de kuil op de boerderij, waar die bulldozer staat. Ja, maar ik bedoel, er staat nu ook nog een fort of zo, een baaltrailer, maar laat die even staan. Ja. Maar tot straks dan, dus later. Yo.